Goedemiddag, goedemiddag. Is dit letter in mijn rolstoel? Je zou denken van, waarom zit je in een rolstoel? Ik ga namelijk Mitchell pranken voor 24 uur met verschillende creepypastas. En wij beginnen als Kibbity Toilet. Hij heeft natuurlijk ook een auto klaar, dat is een Range Rover. En hij is normaal gelimiteerd naar 80 km, ja, ook, laat ik zeggen 30 km per uur. We gaan even sleutelen. En eens even kijken hoor. 1, 2, hoppa, hoppa. En nog één keertje. Ja, volgens mij heb ik hem nu gelimiteerd, gewoon unlimited gemaakt. Dus die snelheid gaat echt mega hard. Laat ik even naar binnen gaan. En hij zal waarschijnlijk iemand wel naar binnen horen lopen, dat maakt niet uit. En ik ga eens even ergens kijken, want de wc, hè. En weet je wat, ik gebruik de kelderkast wel als de wc. Ik denk dat het wel een goede is. Dus ja, ik ben in ieder geval verstopt in de wc. En ik ben benieuwd of Mitch naar de wc moet. Stop! De meeste van jullie vinden deze video stop. Alleen ik weet 100% zeker dat jij deze video nog niet hebt geliked. Dus klik even de like knop in 3, 2, 1... Want anders komt Skibbity Toilet achter je aangerend. Oh ja, en abonneer ook even dit kanaal met belletje aan. En nu je dat hebt gedaan, laten wij de video gaan hervatten. Waarom lig ik onder bed? Goedemorgen. Goeie wereld, wat een kutdag weer. Waar is de zon? De zon is nog ver te zoeken. Ik ga even mijn piepje doen. Even goedemorgen zeggen tegen mijn vader. Oh nee, wacht. Die is er nou natuurlijk niet, die eikel. Oké. Oh, ik moet echt heel nodig zeiken en ook heel nodig shitten gewoon op de wc. Heel nodig poepen. Skibbity dop 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 dop. Yes, 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 yes. Skibbity dip, skibbity www. Wat de fuck maak ik mee? Rot op uit mijn huis, man. Wend. Ren maar weg jij, hè? Zit je vast in het riool? Zit je vast in het riool of zo? Ren maar weg jij, vriend. Oh mijn god. Sinds ik kan het toilet rennen. What the fuck? Skibbity dip, 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 dop, dop. Waar is Mitchell? Waar is hij? Ah, daar is hij. Ren maar weg jij. Wacht eens even. Mag ik nog even kijken? Is dat mijn opa? Oh my god. Nee, 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 nee. Ik haat mijn opa. Nee, 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 nee. Oh my god. Nee, ik moet snel weg hier. Weet je wat ik ga doen? Ik ga heel snel. Ga ik mijn auto pakken? Ga ik snel weg hier. Want oh my god. Ik ken het niet meer. Nou, snel instappen. Omkeren. Oké, dames en heren. Ik denk dat de host thuis dat ik lekker verstopt ben. Hij is... Oh my god. Hij gaat lekker snel. Oh my god. Wat is er gebeurd met mijn auto? What the fuck? Wat is er gebeurd? Waarom gaat het zo snel? Wat de fuck? Waarom is die auto niks? Echt jongen, welke eikel heeft jou gesleuteld? Oh, sorry boer, ik morsel een beetje je farm. En de motorkap ligt eraf. Oh mijn god, wat een schade ook weer allemaal. Weet je wat, dames en heren? Ik denk dat de prank hartstikke geslaagd is. Oké, dames en heren, wij gaan de volgende prank uitvoeren. En ik ben op dit moment Baldi. Jawel, je zou denken van, waarom ben je weer Baldi? Nou, Mitchell moet naar school toe. Ja, eerlijk is eerlijk, wie is nou niet bang voor Baldi? Sterker nog, ik heb twee acteurs hier neergelegd. Ja, kijk, dit is dus acteur 1 en dit is acteur 2. Die hebben dus zeg maar gewoon tussen haakjes neergeknuppeld. Omdat ze niet de rekentoets hebben voltooid. En ik ga hem er ook voor waarschuwen dat ze alle antwoorden goed moeten hebben. Als ze niet goed zijn, ja, dan krijgt hij ook een knuppel op zijn kop. Maar ja, natuurlijk gaat hij gewoon wegrennen. Ik weet hoe die is. De leraren daarentegen en al die andere mensen die in deze klas zitten, die hebben gekidnapt in het horrorgebouw. Weet je wat? Laten we kijken waar Mitchell is. Echt, wie heeft mijn auto nou zo snel laten rijden? Echt, als ik die eikel tegenkom, jongen, nou, die gaat pijn lijden aan zijn pipi. Ik zweer het. Wat is dit nou? Mijn school is daar, hoor. Hoef ik niet in de tuin te landen. Ik heb ook echt barstende koppijn. Dit is geen parkeerplaats, maar vandaag voor mij wel even. Ik ga maar even lekker naar binnen. Steek even over. En ook nog te laat voor de les. Allemaal door iemand die aan mijn auto heeft lopen sleutelen. Ik weet niet wie het is, maar ik ga erachter komen wie het is. Zou vast als Kibbity Toilet zijn, denk ik. Maar weet je wat? Komt er als het goed is aan? Is hij al binnen het gebouw? Ik ga eens even kijken door het raam, hoor. Want ik ben natuurlijk wel heel nieuwsgierig of hij er al is. Ik zie nog niemand, maar ik denk niet dat er... Oh, daar is hij. Oké, go. Ik kan vast klaarstaan. Ja, en daar komt hij aan, hoor. Goedemorgen, Mitchell. Hi, goedemorgen. Mijn naam is Baldi. Nee, kom terug. Ga zitten. Je hebt een rekensom vandaag. Oké. Ja, maar... luister. Zie je die mensen achter je? Ja, die liggen te slapen. Nou ja, dit gebeurt als je rekentoets niet goed hebt gehaald. Je krijgt 3 sommen. En je moet ze alle drie goed hebben. Ze liggen te slapen. Wakker worden! Wakker worden! Ze liggen niet te slapen. Ze liggen wel te slapen. Hier, kijk. Wakker worden! Wakker worden! Dat doen ze niet. Ga zitten, ik ga je toets even geven, ja? Oké, hier. Wilt u wel iets meer afstand nemen van mij, alsjeblieft? Nee, sorry, dit is de afstand die ik neem. Oké, luister. Wat is 3 plus 1? 4. Correct, goed bezig. De volgende som. Wat is 12 plus 11? 12 plus 11 is... Oh, geef maar, 12 plus 11 is 13 plus 10 is 23. Correct, goed gedaan. Laatste som. En je moet deze in 10 seconden goed hebben. Oké. 10 seconden. Wat is 1.300.035 plus 1.300.335? Wat? Je denkt ik doe universiteit of zo? Oké, wacht. 1.300.335. 5, 4, 3, 2, 1. Ik moet naar de wc. De tijd is op. Ik moet naar de wc. De tijd is op, oké. Meneer, laat me met rust. Alsjeblieft. Ik ga even weg hier. Ik ga naar de directie. De meneer, tijd is op. Meneer, hè? Waar is de directie? Wie zoek jij, meneer? Ga weg, alsjeblieft. Ga weg. Je komt toch niet bij me. Ga maar lekker rondjes lopen rond de tafel. Ga lekker rondjes lopen rond de tafel. Kom maar, kom maar. Kom maar lekker achterna. Kom maar.
Wat een ettenbak. Ja, maar je bent zelf een ettenbak. Kijk hoe je eruit ziet. Kale knikker. Weet je waar de leraren zijn? Die zijn in het andere gebouw. Andere gebouw? Oké, dan ga ik daarheen. Oké, ik moet echt snel naar het andere gebouw. Ik vind dit echt 10 keer niks. Oké, even mijn zaknap erbij pakken. Oké, dames en heren, Mitchell is ondertussen naar binnen aan het lopen en ik ga dus hier een beetje op afstand kijken. En ja, hij mag niet weten dat ik meega. Maar hey, het is wel leuk dat ik hem ga laten schrikken als hij de leraar heeft gezien. Dus hij gaat heel zacht naar binnen toe. Hij weet niet dat ik binnen ga, want hij denkt van, ik ben nu waarschijnlijk veilig. Is hij niet, want ik zit nog steeds op zijn hielen. En oh my god, weet je wat? We gaan kijken wat hij verder doet. Ik zit ondertussen op zijn hielen. Oh, het is zo donker. Hallo? Oh, niemand. Hallo? Is er iemand? Er moet iemand zijn, want er is wel een vuurtje. Ik ruik ook rottend vlees. Kom van boven. En hier links. Wat verdomme! Wat is hier gebeurd? Het is lokaal. Wat? Nee! Mijn favoriete docent! Oh nee, mevrouw Poester. Mevrouw Poester is doodgebrand. Nee, en de directeur? Nee! Oh, onze vertrouwde oude dikke directeur, waar ik hem altijd dikzak voor noemde. Oh nee, ze zijn allemaal dood. Mevrouw, alsjeblieft, word wakker. Misschien dat slaan wel weg. Niks werkt. Maar wat moet ik nu? Ik zit nu opgeschreven met Baldi, met kale hond. Hallo, daar ben ik weer. Ja, wat moet ik doen? Ja, Mitchell. Daar ben je dan, hè? Wat moet dit betekenen, meneer? Auw! Wat moet dit betekenen? Ik vind het helemaal niks. Ik ga naar mijn vader toe. Papa, help. Wacht, mijn vader ging naar de McDonald's. Hij had met zijn vrienden afgesproken bij de McDonald's of zo. Ik ga daar wel heen. Maar met die bal ben ik helemaal klaar gewoon. Waar staat mijn auto? Oh nee, die is ook nog weer. Oh nee, die staat daar. Dat ook meer. Oh nee, ja, nu heb ik een probleem. Nu moet ik gaan lopen. Weet je wat, mensen? Ik denk dat prank hartstikke geslaagd is. En ja, weet je wat? We gaan bij de McDonald's wel verder, want ik ben snel dan hem bij de McDonald's. En dan gaan we de volgende prank voorbereiden. Dus let's go. Oké, dames en heren. Ik ben op dit moment als Grimace. Jawel, mensen. En dit is misschien niet echt een heel erg... Ja, het is een heel erg prank die ik nu uit ga halen. Want zoals jullie kunnen zien, ligt de vader dood neer. Tenminste, hij denkt dat zijn vader is. Het is eigenlijk gewoon een dummy. Een replica van zijn vader. En wat ik van hem ga doen, is een human patty maken. Oftewel een menselijke burger van zijn eigen vlees. Dus hij gaat zo meteen zijn vader zien. Hij gaat zich doodschrikken. En dan ziet hij zeg maar letterlijk gewoon dat er gewoon een hamburger van zijn lichaam wordt gemaakt. Mitchell komt zo naar de McDonald's. En ik ben dan vast ready als Grimace. Ronald doet de bestellingen. En ja, ik ben dus heel benieuwd hoe de trein toe gaat. Weet je wat? Laten we lekker gaan wachten op Mitchell. Ik ben er bijna met. Jezus, wat een marathon zeg wat ik heb gerend. Ik ben er eindelijk. Papa! Pap? Hallo? Huh? Pap, is hij al weg? Zo, jongeman. Kan ik u ergens mee helpen? Ja. Ik zoek mijn vader. Je vader? Ja. Ik weet het niet. Ik heb hem niet gezien, maar... Zei hij dat hij naar de McDonald's ging dan? Ja, hij zat hier, maar het maakt niet uit. Ik heb hier vooral een beetje trek. Oké. Leuk. Wat wil je gaan bestellen? Doe voor mij maar... een Happy Meal, alsjeblieft. Nou, ik moet helaas één ding zeggen. Alles is hier uitverkocht, maar we hebben één geheim recept. Dit smaakt top. Nou, welke is het? De Human Patty. De Human Patty? Van wat heeft dat gemaakt? Van nog beter vlees. Het is heel lekker vlees. En Grimace, zoals jullie kunnen zien, die komt nu even hier tevoorschijn. Die gaat het voor je klaarmaken. Zo? Oh, wat lekker zeg. Doe 2 burgers maar. Oké, helemaal goed. Dan gaan we het even voor je klaarmaken. Oké, dames en heren. Het is nu de tijd om eventjes de Human Patty klaar te maken. Ik ga alvast even de frituur aanzetten. Ja, trouwens, je moet het maar niet aanmaken. Je weet wat idee. En hier liggen namelijk de platen op. En dan moeten we dus de Human Patties opleggen. Je moet eerst even een paar dingen doen, alvast. Oh, het duurt wel heel erg lang met mijn bestelling. Maar... Hè? Wat doet Grimace dan? Hey, dikzak! Paarse hond! Wat is er? Wat ben je aan het doen? Je moet een burger maken. Je moet de grond niet gaan lopen knuffelen. Nee, ik moest even iets open krijgen, dus het is wel gelukt. Oké. Nou, is goed. Ja, het duurt wel heel erg lang. Ja, helemaal gewoon de tijd. Je krijgt de lekkerste burger ooit. Oké, super. Jeetje. Oké, dames en heren. Ik ga dus nu al de plaat leggen. Ik denk ook van wat gebeurt hier allemaal. Maar in ieder geval, het vlees is lekker aan het bakken. En hij gaat zo meteen wat lekkers krijgen. Hij gaat hier wel een beetje van schrikken, denk ik. Maar de burgers zijn klaar. Ik ga even de hamburgers even doen. Kijk, even de broodjes beleggen. Kijk, oh, mijn dikke buik. Dat komt heel goed voor pas. En eens even in een kartonnen bakje doen. Meneer, je bestelling is klaar. Oh, wat super. Hoeveel mag het kosten? Dat kostte dan €12,50. €12,50. Hier, alsjeblieft. €12,50. Dankjewel. Ik ga er lekker van genieten. Ja, alsjeblieft. Eindelijk, mijn burgers. Het ziet er wel smakelijk uit. Er zitten tomaatjes op, een sla. Vlees rijdt ook gewoon goed. Even een hapje nemen. Jam. Jam. Wat is dit voor burger, man? Even die handen proberen. Jeetje. Meneer, die smaakt precies hetzelfde. Meneer Chicoon, ik vroeg om 2 human patties, maar dit zijn geen human patties, hoor. Het zijn human patties. Geniet er maar gewoon van. Ja, zeg even, geniet er maar even van. Ik wil mijn geld terug met die rode neus van je. Je wilt zeker wel kijken wat van gemaakt is, hè? Ja, maar denk wel dat je bent, man, met die rode neus. Je lijkt, je kuus net zo, Kom even in de keuken. Nee, stop. Hai, man. Kom de keuken in, dan kun je gelijk zien wat van gemaakt is. Is goed. Ik kom eraan. Mijn eikel. Oké, dames en heren, hij komt dus naar de keuken toe en gaat nu... Het zien waar het van gemaakt is. Hier ben ik.
Wacht, moment. Kom hier vandaan. Oh nee, dat is de office. Ik ben in de keuken, Crown. Waar moet je kijken? Bij mij. In de Grimmskeuken. De Grimmskeuken. Nou, zeg eens. Heb je mijn vader vermoord? Nee, mijn vader, nee! Ik ga je nooit meer eten! Hier, sterf, gore. Jij ook, gore Grimmes. Echt, je bent een kindermishandelaar. Godverdamme. Je wilt dat ik sterf of zo? Van, godverdamme. Oh nee, ik heb dus vlees gegeten van mijn eigen vader? Wat? Oh my god, ik wist niet dat McDonald's dat kon aanbieden. Maar echt, godverdamme. Ik denk dat de prank wel hartstikke geslaagd is. Laten we doorgaan naar de vierde prank. Wel, dames en heren, ik heb de volgende prank al klaarstaan. Iets kortere prank ook, maar ja, het kan niet zo lang duren altijd. Ik ga dus nu de Dancing Serbian Lady prank uithalen. En ik ben dus heel benieuwd hoe die gaat reageren. Ja, jullie kennen het script wel. Ik ben aan het dansen. Hij staat achter mij. Hij wil me bespioneren. Hij wil foto's maken misschien. Dan ik stop met dansen, trek ik een mes en ren ik achter hem aan. En kijk waar hij naartoe gaat. Dus weet je wat, laten we wachten op hem. Het duurde ontzettend lang om hier op de top van de berg te komen. Oh, nou, die auto kan ik ook niet meer gebruiken. Oh. Nou, kwam hier van lekker mijn auto uit. Hallo? Is er iemand? Hey, ik zie daar iemand in een keer dansen op de steiger of zo, of op de brug. Hallo? Mevrouw? Meneer? Danger? Fuck it, we gaan het gewoon skippen. Meneer, wat bent u aan het doen? Hallo? Wacht, ik ga een foto maken. Ik hoor een hele rare muziek ook. Wat is dit? Meneer? Oh nee. De muziek die stopt opeens. Hey, Eikel, wat ben je aan het doen? Ik ga ook dumpert zetten, hè? Lelijkert. Oh nee. Hij heeft een mes vast. Meneer? Ah, nee! Ah, nee, meneer! Ik slip er weg. Ik blijf maar rollen. Ik lig helemaal open. Oké, mensen, ik denk dat de prank wel geslaagd is. Hij blijft lekker naar beneden rollen. Weet je wat? Ik zie hem weer thuis. Zoals gezegd, kortere prank, maar wel geslaagd. Oké, dames en heren, jullie zien mij al waarschijnlijk zitten in de bus. Jawel, ik ga nog even de laatste prank uithalen bij Mitchell. En hij komt dan thuis aan. Dan ziet hij allemaal poppen staan. Die heb ik natuurlijk neergezet samen met Pennywise. Maar weet je, hij komt eerst aangereden en denkt van, was dat er een bus stil? Gaat hij waarschijnlijk kijken. Dus weet je wat? We gaan kijken wat er gebeurt. Het is zo laat in de avond. En in één keer, waarom stond in één keer een bus op de weg? Auw! Hé! Hey, meneer, dit is een fietspad, ja? Een fietspad. Niet een autoweg. Eikel. Nee. Zo altijd volgt die bus mij ineens. Hey. Auw. Hey, gast. Zomaar een fietsje aanrijden. Hoe is het even normaal, joh? Ik probeer gerust naar huis te rijden. En in één keer zit een of andere clown me omver te beuken. Auw. Doe eens even normaal. Goh, ik ga gewoon uitstappen. Zeg eens even, meneer. Het is niet normaal om mij zomaar... Ja, ik stap eruit. Hé? Stap eruit. Je bent net zo lelijk als je moeder. Je bent dat net is het probleem, hè? Vieze hond. Ga naar huis, man. Lelijke klak. En ga naar je moeder staren in plaats van in dat huis in te breken. Goh. Ja, lach maar. Leuke grap. Wat doe jij in één keer hier in mijn huis? Hé, lange poot. Rot eens even op uit mijn huis. Oprotten. Hier, slapen. Jongen. En Grimmes? Onze dikke oude paarse papzak? Wat doe je in één keer hier? Wat doet iedereen hier in huis? Wat is dit? Skippy die toilet, die zit in één keer aan de eettafel. Wat is het nou opeens? En zagen het? Oh nee, ik vind het echt niet leuk. En Cartoon Cat, oh daar ben ik echt boven. Wat? En McDonald's? Nee, Ronald. Oh, Ronald jongen, jij krijg ik helemaal op slaaf van jou. Godverdomme, jij krijgt van mij echt een paar fout. Nee, Baldi, oh my god. Nee, ik ga naar mijn kamer. Wat? Een light? Nee, oh my god. Oh, TV het jongen. Wat doe je in mijn kamer? Kijk, wacht even. Weet je, ik begeleid je anders wel naar de uitgang. Want ik vind jou helemaal niks, ik vind jou helemaal eng. Hier, daar is de uitgang. Ik hoorde het glas opeens, hallo? Geen glas, oké. Daar moet je naar buiten. Goh, rond. Zo, ik ga maar verder kijken. Wat? In één keer de Grimace Shake? Wat is dit? Nou, weet je, ik ga elke kamer even kijken dan. Wat is deze vent in één keer? Je had in één keer speakers bij zich. Zeg, meneer, je lijkt wel op Superman, joh. Hè? Lijkt op Superman, dat ben je niet. Ik ben sterker dan jij. Hier, slapen. Dan niet hier, maar dan ben je in een ander huis. Wat een vies peuk zeg. En in de badkamer. Ah, dat is de Dance Serbian Lady natuurlijk. Dance Serbian Lady, onze gore lelijker met een hoedje op. Hè? Moet je ook een paar stoten krijgen? Was een leuke grap, hè? Zeker weten, ik kon er zeker weten lachen. De Mount Juliet. Vond zeker weten lachen. Ongelooflijk. Pap? Ja, wat is er? Jij was toch dood? Dood? Ik had vlees van je over, hè? Ik had vlees van je gegeten. Wat?
Ik weet niet waar je het over hebt. Ik ging naar de McDonald's en één keer was een human patty. En er was vlees uit je buik gehaald. Oké, dames en heren. Ik ben weer gewoon als mezelf op dit moment. En ik denk dat de prank wel geslaagd is. Ik ga ondertussen naar boven toe. En volgens mij is Mitchell met een gesprek met de vader aan het voeren. Zo, ik weet niet, want die is waarschijnlijk ook thuis. Allemaal neergezet. Mitchell, ik heb geen idee waar je het over hebt. Gorlap, waarom heb je me in de maling genomen? Ik heb je in de maling genomen. Ik weet niet waar je het over hebt, vriend. Ik haat jou. Mitchell, geprankt. Wat doe jij hier in mijn huis? Een beetje... Denk jezelf, ik heb je 24 uur lang geprankt, vriend. 24 uur? Echt, ik haat jou, jongen. Ik haat jou. Ga weg naar mijn huis. Ik ga niet wegrijden. Vriend. Ik heb geen vrienden meer. Ik ga al je video's gaan disliken en ik ga je exposen. Ik ga je exposen. Van wat? Ik ga je exposen dat je video's nep zijn gewoon. Ik haat je. Echt, ik zweer het. Oké. Klootzak jij. Gorre, vuile fiete... vuile fiete klootzak. Echt, wat ik haat je, jongen. Ik haat je. Rustig jij, vriend. Zet even rustig. 24 uur lang geprankt zijn. Weet je hoe onzeker ik ben nu? Onzeker voor wat? Van deze kale knikker die mij les gaat geven. Je denkt wat het is. Je denkt wat het is, joh. Is er niks gebeurd, vriend? Ja, ik ga weg hier. Echt, ik haat je, man. Ik haat je echt, Delano. Het valt me echt op dat er geen beveiligers zijn. Maar hij is vandaag dus vrijgekomen. Dus mensen, oh my god. Ik ben dus nu bij de gevangenis. En wat is met iedereen gebeurd? Oh my god. Iedereen ligt daar gewoon... Wat? Ben je serieus? Iedereen ligt dood neer. Oh my freaking god. En... Wacht, oh nee. Mitchell, waar ben jij? Mitchell? Waar ben je? Wat? Wat doe je daar? Je zit met een medegevangene in de gevangenis? Wat is er gebeurd? Gast, wat heb je in de gevangenis gedaan? Kijk eens naar die muur. Heb jij dat gedaan? Nee. Wat is er gebeurd? Ik weet niet, maar iedereen is neer. Heb je echt niks gezien? Eerlijk is eerlijk. Je hebt toch iets gezien? Nee, ik lag te slapen. Maar ik ben in één keer wakker geworden op de grond. Wat? Oké, zat er misschien een raar persoon in de gevangenis toen? Want jij hebt er al een tijdje in gezeten nu. Jij weet dat. Nou ja, kijk, dit was mijn medegevangene. Die zat in mijn cel. Nou, dat was echt een eikel. Dus ik ben blij dat hij dood is. Maar zo. Ja, ik herinner me wel een vrouw die leek op een clown of zo. Een vrouw die leek op een clown? En kon ze normaal praten? Had ze gewoon normaal gezicht? Of hoe zag ze eruit? Nou ja, gewoon als een clown. Hoe een clown eruit ziet. Gezellige clown, boze clown, weet ik het wat. Nou, best wel kwaadaardig. Ik kan het zeggen, want clown zit niet zomaar in de gevangenis. Oh my god. Nee. Heeft dat ook allemaal op jouw muur geschreven dit? Want stond het er al? Nee. Dus ik denk dat zij dat heeft geschreven dan. Jeetje mineetje. Oké, dat is wel heel creepy. Ja, dat zegt al genoeg dat ze best kwaadaardig is dan, lijkt mij. Ja, en in ieder geval laten we lekker gaan zwemmen, want ik denk dat het een goed idee is om te doen, dus laten we dat doen. Oké, dat is goed. Nou, kom maar eens ook zeggen, dan gaan we even naar het waterparkje toe, want oh, wat is echt niet best, man. Heel die gevangenis helemaal naar de knoppen. Zo, nou, ik ben echt blij dat ik hieruit ben, want toen ik wakker werd, wat is er gebeurd? Je zou vandaag vrijkomen normaal gesproken, maar ja, vrij bij in ieder geval, dat scheelt weer. Er is wel een man. Ik kan misschien hem even vragen. Ik ga het eens doen. Meneer, kunt u me misschien iets meer uitleg geven over wat er gebeurd is, want ik snap er helemaal niks van. Ja, maar natuurlijk, meneer. Wat wilt u weten? Iedereen in celblok 7 is dood. Hoe kan dat? Behalve de 9 jaar later. Heb je iets meegekregen of zo? Nee, ik heb verder niks meegekregen, als ik eerlijk ben. Kijk, ik heb wel nachtdienst gehad, maar verder zag ik niemand lopen. Niemand lopen? Oh, oké. Nee, dat is goed, want ik wil het wel even weten, want ik vind het heel raar dit. Nee, dat begrijp ik heel goed. Ja, ik kan eventueel ook even naar mijn baas toe gaan en dit even melden. Ja, als je dat wil doen, dan ga ik even verder met Mitchell op pad. Ja, dat is helemaal goed. Okidoki, doei doei. Vandaag was hij vrij, toch? Hij is al vrij vandaag. Hij is nu vrijgekomen. Oké, nou helemaal goed. Is goed. Doei doei. Doei doei. Oké, nou laat ik er even de auto weer stappen en dan gaan we even naar de plek toe rijden. Mitchell, ben je er klaar voor? Ja, ik ben er wel klaar voor, ja. Ik ook. Nou ja, weet je, dan gaan we nog wel lekker naartoe. En ik denk dat we gewoon, ja, meer kun je eigenlijk niet doen. Dus laten we gewoon even rijden. Oh my god, wat is er voor plek, joh? Ja, een gevangenis, dat weet ik ook wel, maar damn it. Weet je wat, mensen? Ik zie er wel weer... Wat zeg je? Ik wou net zeggen, inderdaad. Wat voor plek is dit? Een gevangenis. Nou, oké. Weet je wat, mensen? Ik zie er wel weer verder. Dames en heren, we hebben net even lekker naar de McDonald's geweest. Even lekker gegeten, toch? Zo, ja, ik zit wel vol, man. Ja, ik ook. Was wel lekker eten. Hey, wat is dit voor plek? Two Hoots Falls? Dus twee uilenval? Wat? Hè? Wat is dan hier? Wat is dit dan precies voor plek? Kom, stap uit. Een soort, waterval. Oh my god. Wat is dit? Dit is wel heel mooi. Stap eens uit. Ja, ik ben er. Ik ben hier. Waar ben jij? Oh, daar. Ja, oké, top. Laten we bij die waterval kijken. Ik ben heel benieuwd. Jenny? Ja, ik ook. Kom, laten we gaan. Oké, oh my god. Dit is wel een rare plek, dit. Ik zag ook dat ik jij ook. Oh, ja, hè? Wat? Ik zie daar een clown. Wacht, hè? Delano. Wat is ik dat? Herken die clown. Wie is dit? Oh my god. Dat is die clown. Ik herken hem. Hè? Oh my god. Are you serious? Ja. En die heeft iedereen doodgemaakt? Ja, die heeft iedereen doodgemaakt. Kom niet dichtbij. Oh my god. Nee. Is hij aan het doen? Wat de fuck hoor ik nou weer? Hij is echt rare geluid aan het maken, maar hij heeft dus iedereen vermoord? Is dat serieus? Ik denk het wel. Ja, hij komt me zo herkenbaar voor. Dus laten we snel naar de auto gaan, oké? Ik denk dat het een goed idee is. Hallo, daar ben ik dan. Oh my god, Mitchell, moet er nu weg. Hij is doorgegaan. Hij is daar. Oh my god. Nee. Oh, het is een vrouw, Oh, damn it. Oh my god. Dit is wel heel erg eng, bro. Ja, hè, maar hoe kan hij niks zo snel achter ons staan dan? Ik heb geen idee. We moeten wegrijden. Oh nee, ik smeer het je. We moeten wegwezen hier, man. Oh, dit is echt niet best. Oké,
ik hoop dat we even kunnen moeten naar links toe. Ik denk dat dat best een goed idee is, dus laten we dat doen. Ja, dan zullen we anders naar je huis toe gaan. Ik denk dat dat beter is. Ja, laten we heel snel naar ons huis gaan. Ik zweer het je, ik denk dat dat best is om te doen. En wat? Oh my god, wat? Wie is dat? Oh, wat doe je? Je rijdt hem vol aan. Wat is die clown toch? Ja. Ja, boeien. Het is maar een clown. Ja, het is maar een clown. Weet ik voor misschien dat... Hij staat er midden op de weg. Ja, maar gast, ik heb nog gezegd rennen. Ja. Ik weet het, maar oh nee, oh, ik zweer het je, van de berg. Oh my god, ik ben helemaal in shock op dit moment. Ja, maar misschien dat het iemand wel is die gewoon in een kostuum is, weet ik veel. Laten we naar huis gaan, dan gaan we morgen lekker naar oma toe, goed? Ja, dat is goed. Oké, mensen, hier is ons huis en ik denk dat het beter is om te slapen. Ik ben er helemaal klaar mee op dit moment. Nou ja, dat dacht je van mij. Ik ben net vrij uit de gevangenis en dan vervolgens zit er een of andere clown achter ons. Jezus, ja, maar man. Hoe is hij zo snel? Is hij snel rond ons been? Ik bedoel, we zijn weg van hem gereden, we rijden hem aan. Ik weet niet, ik heb er geen verklaring voor, maar ik ben heel erg fit. Ik ga erg als een weer ga ik naar binnen. En gaan ik lekker naar bed. Ja, ga jij maar lekker naar bed. Ik ook naar bed toe. Ik ga naar bed, zeker weten. Nou, slaap lekker, Delano. Hey, slaap lekker, Mitchell. Oh my god. Wat een rotdag is het vandaag ook. Oké, mensen, ik denk dat ik even lekker een plonsen naar mijn bed ga nemen. Niet in het water, want ja, ik kan aan het zwembad gaan slapen. Maar dat verdrink ik waarschijnlijk. Geen goed idee, dus wel, weet je wat, wel rusten. Oh, een hele goede morgen zonder zorgen. Ik word weer wakker en oh my god, ik zweer het je. Ik ben dood en doodmoe. Maar dat maakt niet uit. En wat is dit nou voor een YouTube-kanaal? Wat staat nou op? Jeez Nuts? Oh my god. Oké, wat een kanaalnaam. Die is naad. Maar dat maakt niet uit. Oh my god. Ik ga even naar Mitchell toe. Ik moet hem even wekken. Ik hoop alleen niet dat je meegenomen is. Maar hey. Hey Mitchell, goedemorgen. Goedemorgen zonder zorgen. Laten we naar oma gaan. Ja, dat is goed. Ja, eerlijk, we moeten snel zijn, want ik heb een beetje verslapen eigenlijk. Jij niet? Het is 10:30. We hadden 10:00 al afgesproken, man. Ja, ik zweer het je. En hè, waar is mijn auto, Mitchell? Zie jij mijn auto? Had je hem niet in de garage gezet, de auto? Oh ja, kan wel. Dat kan wel. Oké, kom Mitchell. Dan gaan we naar de garage. Gaan. Over naar de garage. Ja, oké, go. Even kijken. Ik zweer het je, dat is heel raar dit. Oh my freaking. Hè? Wat? Een clownsbus? Nee. Wat? Nee. Maar, zijn ze dus hier geweest? Dat weet ik niet. Ik zweer het je, maar waar is mijn auto dan? Hebben ze je meegenomen? Denk ik. Kom, we gaan even de clownsbus in. Ja, weet je, je moet er toch maar rijden. Kom. Jij rijdt, hè? Ja, tuurlijk. Oh, vind ik wel leuk. Oh, dat vind je wel leuk. Oké, nou, dat kan. Erbij geschud in ieder geval. Dus laten we gewoon gaan, hè? Ja, als er een clown is, dan... Bam. Dan schiet ik hem wel neer. Ja, nee, precies. Wat is dit voor toeter? Hoor dan. Wat is dit? Eerlijk, wat is dit dan, hè? Ik snap helemaal niks van. Ik snap er ook niks van. Ja, nee. Maakt niet uit. We hebben hier veel vervoer. Daar gaan we dan. Ja, 100%. Oh my god. Ik stuit er helemaal. En het is wel een grappig busje, dat wel. Ja, wel een grappig busje. Alleen, het is niet mijn bus, dat weet ik wel. Ja, dan blijft weer een mysterie waar je auto is. Heeft oma jouw auto niet dan? Denk het niet. Denk ik dat oma een Audi kan rijden? Je weet het niet. Je oma is net te gek af en toe. Ja, oké, dat is wel waar. Nou, weet je wat? Ik zie wel bij oma. Nou mensen, we komen dus bijna aan. En kijk eens, Mitchell, mijn auto staat hier. Wel, ja, ik zie het niet. Ik zit achterin. Zou oma... Oh. Waarom heeft mijn oma die auto dan? Oma heeft dan niks met mijn auto. Die kan toch geen auto meer rijden? Die is al bejaard. Die kan al niet geen auto meer rijden. Of misschien is ze nooit een rijbewijs gehad. Ik zat te vragen aan oma. Ik zat zeker niet te vragen, ja. Want dit is wel heel raar. Ja. Hey oma. Dag oma. Hey. Hey zo. Hoe is het dan? Ja, gaat goed hoor. En met jou ook? Ja, bij mij gaat het heel goed zelfs. Maar oma, even een vraagje. Die auto die daar buiten staat. Ja. Ik zit in een keer je auto rijden. Waarom heb je die meegenomen? Ja, ik weet het ook niet. Ik denk dat ik hem heb gewonnen van een postcode loterij of zo. Geen idee. Postcode loterij. Ja, je bent natuurlijk ingeschreven. Ja, een beetje apart, want ik dacht, je kan er maar geen auto rijden, maar het is mijn auto, dus de postcode loterij is stil mijn auto eventjes. Oh, dat is niet de bedoeling. Ik wou net zeggen, Mitchell, vind je dat niet een beetje raar? Ja, dat vind ik wel een beetje apart als ik heel eerlijk ben. Kijk, ik bedoel, het is leuk om mee te doen aan de postcode loterij, maar om dan dingen te jatten? Ja, dat kan toch niet zomaar, maar zal wel dan. Nee, inderdaad. Hey, maar goed dat je hier bent, Delano. Ja? Ik wil iets zoeken, maar ik kan het niet vinden. Oh, en het is in de kelder. Oh, wat wil je hebben? Een soort van gereedschapkist. Gereedschapkist? Ja, het is een gereedschapkist van mijn man. Oh, maar die is heel erg verroest, maar ik kan hem gewoon niet vinden. Ik ga eens kijken voor je, ja? Ja, dat is goed. Okidokie. Nou, Mitchell, blijf hier eventjes, mijn oma. Ik blijf wel hier. Okidokie. Dan ga ik even naar de kelder toe, want dan gaan we even kijken of ik dan een gereedschapskist kan vinden. Want ja, blijkbaar oma er eentje nodig. Dus laten we ook even kijken. Oh my god, een gereedschapskist. Waar kan die zijn? Eens even kijken, want ik zie hier allemaal gelicadium liggen. Ik zie drugs liggen. Ja, ik weet niet, maar oma doet normaal geen drugs normaal gesproken. Wacht eens even. Volgens mij in die doos ergens, hè? Even kijken. Ah, hier hoor. Ik heb al een jerrycan en dan heb ik hier wat gereedschap. Ja, in die kratten. Ik heb er eentje. Kijk, daar is hij, de gereedschapkist. Mooi. En nu weer terug naar boven. Laat ik er even terug naar boven gaan, want ik zweer het je, ik heb hem gevonden hoor. Hey, oma, ik heb de gereedschapskist gevonden. En oma, waar ben je? Hallo. Nou, in ieder geval, ik ben blij dat ik de gereedschapskist heb. Dus ja, en oma? Waar is oma nu weer? Waar is oma? Hè? Ik snap er niks van. Even het raam kijken hoor. Wat? Die bus gaat rijden? Of we zitten in de bus? Die bus gaat weg. Oh my god, ik ga even achtervolgingen zetten. Ik zweer het je, man. Oh nee. Au. Oh, ouch. Ah, ik struikelde over gereedschap. Ik ben ook een domme gast. Ik zet die gereedschapskist ook helemaal verkeerd neer. Maar waar is die bus naartoe? Oh my god. En ik ben van me kwijtgeraakt. Ik kan wel even kijken waar die is, maar het is wel heel erg raar. Ik zweer het je. Ik had die gereedschapskist voor oma willen pakken en in één keer is de bus weg. Nou, ik snap er helemaal niks van, maar laten we die bus gaan zoeken. Ah, ik kan ook helemaal niet rijden, man. Ik zweer het je. Ik ben echt dom. En olie dom. Letterlijk.
eigenlijk. Weet je wat, mensen? Laat gewoon extra veel gas gaan geven. En dan gaan we even op zoek naar Mitchell, oma en weet ik wat allemaal. Want dit kan niet. Wat hier gebeurt, dat is gewoon niet oké, man. Nee, auw. Oh, weet je wat, mensen? Ik ga even op zoek en ik ga even kijken of ik die kan vinden. Dus tot daar. Dames en heren, jongens en meisjes. Ik denk dat de hoogste tijd is om even lekker te tanken. Want eerlijk, mijn auto is zo leeg, jongen. Maar ik zweer het je. Weet je wat mijn auto omroept? Benzine. Meer roept hij niet. Hij heeft echt hoge dorst. Maar goed, weet je? Laat ik even benzine gaan geven. Oh my god. Oké, dan gaat dat eventjes in. Hoppakee. Even wat benzine erbij gooien. Ja hoor. Oh, heerlijk. Mijn auto krijgt genoeg benzine. Kijk, zo doen we dat. Even die jerrycan er tegenaan gooien. Nog een beetje bij. Oh, hij heeft nog iets van. Oké, nog een paar liter erin. Oké, moet sowieso 40 liter in. Oh my god, ik denk dat ik er nog iets van 39,5 liter in moet gooien. Voordat hij een beetje vol zit. Okay, bijna. Ja. En stop maar. Oké. Nou, mijn auto heeft sowieso genoeg benzine gehad. Laat ik even gaan afrekenen. Ik denk dat de hoogste tijd daarvoor is. Oké, laat ik even gaan afrekenen. Oh my freaking god. Ik heb trouwens wel even echt zin in een donut. Ik zweer het je. Laat ik ook even een donut meenemen. Oh, en even wat curry of ketchup. Weet ik het allemaal wat. Tomatenketchup, Heinz. Je hebt gewoon zelfs echte ketchup. En je hebt Albertijn mayonaise. Van de Albertijn. Oké, die nemen we ook eventjes mee. Huismerk. En wat hebben we nog meer liggen? Lees. Laat ik ook even wat lees meenemen. Er liggen magazines. Zijn het ook allemaal Nederlandse magazines of niet? Nee. Volgens mij niet. Daar gaat het niet in. 7-Up, Mountain Dew, Albertijn Cola. Even alles meepakken. Ja, lekker man. En natuurlijk even een slush puppy. Genoeg. Meneer. En meneer, ik wil even afrekenen. En wat gebeurt er nu weer? Oh my god, wat is er met die man gebeurd? Nee, ik zie een clown buiten. Nee. En die man is dood. What the hell? Oh my god, dat meen je niet. Hey, stoppen jij? Nee. Waar ga je? Wat ben je van plan? Oh nee. Wat? Are you serious? Oh nee. Mijn auto staat in brand. Wat moet ik doen? Oh, het hele tankstation. Ah, nee, mijn auto. Oh, ik zweer het je. Oh, ik ga hem even terugpakken, denk ik. Oké, mijn auto is in ieder geval gewoon... Weet je wat mooi is? Mijn auto is fire bestanding. Dus laat ik even tegen hem aanrijden. Oeh, auw. Oké, dat had ik beter niet kunnen doen. Ouch. Oh, ik had dat beter niet kunnen doen. Oh, ik ben helemaal gewond geraakt. Ik zweer het je. Oh my god. Ik ben helemaal kapot. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar mijn auto staat in ieder geval nog wel. Daar ben ik heel blij mee. Dus laat ik even een stukje gaan rijden. Ja, dat moet ook gewoon gebeuren, jongens. Oh my god. Wat is er gebeurd? Ik zweer het je. Dit is echt heel raar. Maar ik denk dat het best is om gas te geven. Ik ben dus helemaal gespannen hier zo. Oh nee. Waar zou die clown nou precies zijn? Ik weet het niet. Als clowntje nou ontsnapt uit de gevangenis. Want die zat in de gevangenis. En dat blijft de vriendin van Pennywise zo, denk ik. Penny Louise heet ze, dacht ik. Hè? Dat is voor mij een naam. Penny Louise. Dat weet Mitchell, denk ik wel. Ik ga even vragen hoe die precies heet. Want Penny Louise is de vriendin van Pennywise. Alleen die is vastgezet. Pennywise is de enige die er vrijloopt en slim af is geweest. En heeft Penny Louise in de steek gelaten. Of ze nog echt vrienden zullen zijn, dat durf je niet te zeggen. Maar in ieder geval, laat ik me eventjes naar het centrum gaan brengen. Dus ik zie je wel weer daar. Dames en heren, jongens en meisjes, wij komen dus bijna aan bij Penny Louise en het circus. Oh my god. Ik weet niet of die echt Penny Louise heet, maar ik denk het. Waar zouden ze nou precies zijn? Ik zweer het je. Dit is dus namelijk het blokkenpark. We moeten eens even kijken hoor. We gaan dus hier naartoe. En daar is er eentje. Oké, mijn auto zit dus blijkbaar vast. Echt niet handig. Maar laten we even uitstappen. Ik zie dus een Pennywise bus liggen en dit is niet best. Ik zweer het je. Ik weet één ding wel. Het is een territorium. Dat is wel duidelijk. Maar goed. Gaat even niet om. Affair. Maar waar zou Mitchell dan precies zijn? En wacht, wat? Mitchell en oma? Nee, Mitchell. Oma. Nee. Mitchell, word wakker alsjeblieft. Hier, wakker worden. Oma, jij ook even wakker worden. Kom. Oh nee, Mitchell, wat is gebeurd? Ik weet niet, man. Ik werd op mijn hoofd geslagen en ik werd meegenomen. Oh nee, dit meen je ook gewoon niet, hè? Waar ben ik? Ja, je bent in circus blijkbaar. Kom, we gaan Pennywise zoeken. Oké, mensen, we zijn dus onderweg. Even kijken, want waar is circus nou precies? Ja, weet jij het? Wat is dit voor plek dan? Oh my god, kom, volg me. Ik denk dat circus daar was, maar... Ja, hij is allemaal in de buurt, kom. Man. Ik zie wel een olifant staan, maar het is niet echt olifant van vreugde, denk ik. Denk je wel? Nee, ik denk het ook niet, nee. Oh my god. Hé, wat toen in één keer vrouw? Wat dan? Wat de hel? Hey, eerlijk. Ik zou even tegenaan springen. Hoppakee. Ook even tegen jou, schat. Hoppakee. Ik ook wel. En die andere begint al te lopen. Joink. Sorry dat ik bovenop jullie lag. Ik hoop dat ik niet te zwaar ben. Ja. En niet slaan. Dat is zielig. Kom, we gaan naar het circus. Maakt niet uit. En hé, daar staan ze al hoor. Dat meen je niet. Hè? Aangenaam. Dit is Penny Louise. Penny Louise? Mitchell, weet jij er iets van? Nee. Er werd alleen wel door Penny Louise werd meegenomen. Luister goed, Mitchell. Luister goed, Delano. Ik zat inderdaad in de gevangenis. Ik wist dat je vrij zou komen. Dit was een mooi moment om jou bang te maken. En die muur, heb je die gezien? Dat komt om mij. Huh? Mitchell, die muur... Vuile, vieze, gore clown dat je bent. Ik zweer het je. Oh my freaking god. Ik daag jullie uit voor een dubbelgevecht. Kom maar op. Oh my god, are you kidding me? Hey, dit gaan we niet beginnen zo, Pennywise. Wat denk je wel niet? Je bent niet goed wijs? Huh? Hier. Au, dat denk je wel niet. Niet doen. Hè? Lig jij. Hoppakee. Dat doet hij al niet dan, joh. Zo doen we dat. Zo doen we dat. Pennywise. Blijf zo even volgens mij. Om het even zeker te weten. Die van mij die oh komt. Oh my god. Kom er overheen. Oké, ik ga even wat benzine hier gooien. Niks doen. Laat staan. Laat staan. Oké, niet vechten, oké? Okay? Au, Mitchell. Kom maar. Hij gaat me slaan. Hier, hoppakee. Oké, nu in de valhokken. Nu.
Kom hier. Kom maar, clowntje. Kom maar hier. Lekker voor je. Zo doen we dat. Zo ook even bij hem eigenlijk. Ik moet ook even voor hem wat benzine gooien, want dan weet ik zeker dat hij dood is. Zo doen we dat. Kijk eens. Kijk, en dan ga ik even dit doen. Zo, hoppakee. Dan doe ik even de brand. Hier ook. Zo, nu zijn ze lekker echt hard verbrand, jongen. Kijk maar. Zo, het stinkt hier wel, man. Ja, dat maakt niet uit. Je gaat maar even rijden. Ik heb de locatie heb ik op de navigatie gezet. Ja. Ik hou een wapen tegen je hoofd aan. Jezus, oh my god, wat de hel. Ik ben echt gestoord, dus ik heb die toilet. Jij bent echt niet oké. Oh my god, waarom laat ik me ook intimideren door een 9-jarige hater? Wat is dit? Mensen, hebben jullie de video al geliked? Met de 9-jarige hater de video al geliked? Ik, hè? Ja? Ik heb nog gezegd dat ik deze video ga liken. Nou, vooruit dan. Deze video heb ik nog geliked voor je, Delano. Kijk, dankjewel. Nou, als zelfs degene die me onder schot houdt de video liked, waarom heb jij nog niet geliked dan? Dus mensen, like even allemaal deze video. En oh my god. Oh, godverdorie, zeg. Ik hoop dat ik er een beetje goed bij afkom. Weet je wat? Laten we even hier gewoon naartoe rijden. We zijn er ook bijna en ik rijd tegen het verkeer in. Dit is niet best, bro. Oké, okay, ja, we zijn er bijna. Ik moet niet goed rijden, zo te zien, Delano. Ja, weet je gek? Ik zit allemaal onder andere lenino. Oh my god. Waar heb jij je rijbewijs gehaald? Wat moet ik hier doen? Uitstappen. Ja, en dan? Jongens, dit is jullie bed. Oh nee. Succes, Delano. Oh nee, wat moet ik doen? Ah nee, ze vallen me aan ook. Oh nee. Oh, ik moet er even eentje doodmaken. Oh snap. Hoe ga ik dat doen? Ze vallen me allemaal aan. Dat meen je niet. Dit is de reden waarom ik in de hoed zit. Hè? Ik moet een wapen van iemand claimen. Heb ik er een? Ja, ik heb er een. Go. Oké, even stoppen. My freaking god. Dit meen je ook gewoon niet, hè? Ik word door iedereen aangevallen. Oeh, die heb ik in het hoofd geschoten. Lekker voor hem. En er komen ook al mijn auto's aan. We moeten zo snel mogelijk weg, man. Maar hoe moet ik hier wegkomen? Oh my god. Zo. Zo, hoppakee. Jij gaat ook neer, vriend. Lekker voor je. En er komen nog meer auto's aan. Wat? Stap er maar uit. Wat? Wat de hel? Zo, okay, snel weg. Nee, je gaat ergens naartoe. Oh nee, mijn kogels zijn op. Mijn kogels zijn nog op ook. Nee, dat meen je niet. Hoppakee, even zijn wapen pakken. Hij heeft nog kogels, gelukkig. En nu wegwezen, we moeten hier wegkomen, man. Oh, ik heb geluk gehad, we moeten even naar het ziekenhuis, denk ik. Weet je wat, mensen? Ik deed dat de hoogste tijd om naar het ziekenhuis te gaan, want ik zweer het, ik heb echt een goede bloeding hier te pakken. Maar ja, ik moest wel een wapen pakken, ik had geen auto. Maar in ieder geval, ik heb een auto weten te jatten van een van die gasten die me wou schieten. Maar waarom ben ik ook in de hoed gedropt? Weer deze is echt niet oké, hè? Maar weet je wat, mensen? Ik zie je wel weer bij het ziekenhuis. Oké, dames en heren. Oh, ik ben nu even weg aan het rijden naar huis, denk ik zo. Of we gaan even gewoon die 9 jaar haat opzoeken. Want ik wil toch even een payback maken. Maar ik zweer het je. En oh, ik voel me echt niet lekker. Oh, nee. Oh, dat is echt niet fijn. Ik moet even een ambulance bellen. Hoe ga ik dat doen? Wacht, ik ga eens even mijn telefoon kijken. Ik ga eens even een berichtje sturen. Kom hierheen. Nu. Even kijken of er een ambulance heen gaat komen, man. Ik zweer het je. Oh, ik moet nu even. Ik heb hulp nodig. Ik weet niet wat ik altijd moet doen. Oh, ik sta hier maar gewoon een beetje wanhopig. Au. Oh, het gaat nog regenen ook. Oh, dat is echt niet best. Ah, nee. Locatie, zegt hij. Oké, laat ik even een berichtje sturen, ja? Vlak bij ziekenhuis. En hopelijk gaat hij nu komen. Ik zweer het. Het is echt niet best. Oh, wat moet ik ook doen? Oh, nee. Het is maar even kwets verwachten en misschien komt u zo aan. Oké, vlakbij ziekenhuis. We zijn onderweg. Top. Oh, gelukkig. In ieder geval, de ambulance is onderweg. En ja, ik zweer het je, ik voel me echt niet lekker. Oh. Ik heb last van mijn benen. Nee, ze kan er wel staan, gelukkig. Maar, oké, daar is hij. Mevrouw, helpen. Goeiedag, meneer. Waarmee kan ik u helpen? Oh, ik zweer het. Ik ben flink in mijn ribben geschoten. Kun je me alsjeblieft naar het ziekenhuis vervoeren? Ik kan zeker weten. Stap er maar achterin. Oh, is goed. Oh, ik hoop dat ik nog kan lopen. Ah, nee. Oh, ik moet even overeind. Ik zweer het je. Tijd om achterin te stappen. Oké, go. Oh, ik zweer het je, man. Nou, we zitten in ieder geval achterin. En oh my god, kijk het uitzicht ook. Ik hou er wel van. Oh, ik hoop in ieder geval dat ik snel beter kan worden. Want ik zweer het je. Is echt niet best, man. Oh my god. En voor de kijkers trouwens ook. Ik heb een nieuwe setup. Er is wel één probleem. Ik heb fucking internetproblemen. En dat is heel irritant. Want iedere keer ligt mijn GTA eruit. Maar goed, weet je, maakt niet uit. Goed, we zijn dus aangekomen. En ja. Ik ga het stoppen, meneer. Oké, ik kom eraan. Oh. Kunt u nog lopen? Ja. Half. Ah, shit. Val weg. Ik even zorgen dat ik niet val. Ja, dat is goed. Ik hoef het dan niet. Ja, doe maar een rolstoel alsjeblieft, want ik zweer het je. Ja, Oké, ik ga even mee naar binnen. Ah, oh my god. Goeiedag, heeft u een rolstoel voor mij? Ja, maar natuurlijk heb ik een rolstoel voor u. Staat aan de linkerkant. Oké, dank u wel. Ik heb een rolstoel nodig. Ik zweer het je, anders ga ik echt niet overleven. Zo, meneer, ik heb hier een rolstoel voor u. Oké, dankjewel. Zo, ik help u even overeind. Ja, is helemaal goed. Oké, 3, 2, 1, ja. Ja, oh, gelukkig. Ik zweer het je, ik lag echt op de grond. Gelukkig, eindelijk een rolstoel. Dat scheelt echt zoveel. Oké, waar moet ik naartoe? Volgens mij? Ja, helemaal goed. Oké, dames en heren, ik weet niet waar ik terecht ga komen, maar het komt wel goed waarschijnlijk. Goed, ik moet naar de reception, lunchroom. Wat moet ik hier doen dan? Een hele goede dag, meneer. Ja, een hele goede dag. Ja, ik heb hier een patiënt van de ambulance. Die moet zo snel mogelijk geholpen worden. Ja, je kan de lift pakken naar de 8e etage. Wordt hij daar verder geholpen? Oké, dank u wel. Kijk, u moet naar de 8e etage. Dus dan pakken we de lift even, ja? Ja, helemaal goed. Laten we dat even gaan doen. Oh. Nou, weet je wat, mensen? Dan zie ik jullie weer bij de 8e etage. Oké, dan zijn we dan op de 2e etage. Moet
Moet ik je volgen? Zeker weten, volgt u mij maar. Oké, okay, helemaal goed. Ik breng je even naar de kamer toe. Ja, helemaal goed. Kijk in de kamer 204. Oké, okay, helemaal goed. Daar zit niemand in als het goed is. Nou, dat kan nog niet. Dan kunt u okay. hier even wachten. En dan komt de dokter, die komt zo snel mogelijk bij u. Ja, dat is helemaal goed. Oké. Okay. Tot zo. Oké, okay, mensen, ik moet dus nu wachten tot er een dokter langs komt. Maar ik zweer het je, ik voel me echt niet best nu. Ik voel me zo verschrikkelijk. Wat moet ik ook doen, jongens? Ik zweer het je. Oh, weet je dat ik even op bed ploffen? Ja, ik denk dat dat een beter idee is. Jeetje, meneetje, maar hoe lang duurt het? Ik zit voor mij een uurtje of acht te wachten. Wacht, ik ga eens even kijken. Is het al licht ondertussen? Wat? Het zonnetje begint al overal te schijnen. Wat is dit? Oh mijn god, ik moet echt heel nodige kakken doen. Dan zul je net zien, dan komt de dokter, hè? Weet je wat? Ik ga even gauw naar het toilet, want ik moet wel even heel nodig. Dus laat ik hier even gaan. En wat doe jij hier? Wat? Een toilet? Oh nee, 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 nee. Oké, okay, moet hij wegrennen? Ik zweer het je. Oh nee. Oké, okay, worden gevolgd. Oh nee, 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 nee. Skippen die toilet? Oh nee. De meneer heeft me gewoon gevolgd. Dus dat betekent dat hij wist welke kamer ik terecht zou komen? Is het gewoon een samenspel? Ik zweer het je. Ik vind het zo raar worden nu. Moeten wegrijden. Oké, okay, Skipper die zit me te volgen, man. Oh, ik moet naar de zuster toe. Zuster! Oh nee. En ik blijf hangen met mijn rolstoel ook. Nee, 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 nee. Oh, maar alsjeblieft niet hangen, niet hangen, niet hangen nu. Oh, ik kan het nu niet gebruiken. Oh, oké, okay, goed zo, goed zo, goed zo. Go, 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 go. Moeten wegwezen. Skipper die zit nog steeds achter me aan. Oei, 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 oei. Oké, okay, blijven rijden, blijven rijden, blijven rijden. Oh, zuster! Zuster! Ik ben er nog niet. Oh my god, is er een zuster in de buurt toevallig? Ik zweer het je. Oh, oké. Okay. Zuster, kunt u me alsjeblieft helpen? Ja, maar natuurlijk kan ik ergens mee helpen. Ik word achterna gezeten in een of andere toilet of zo. Skipper die toilet. Wat? Achterna gezeten door het toilet. In welke ja, letterlijk. Kamer zit u? Ik zit in kamer 204. 204. Ik ga het even doorgeven en dan gaat iemand even kijken in uw kamer. Ja, dit is Skipper die toilet. Kun je dat even zeggen? Maar waar is hij nu dan? Ik zou het niet weten, meneer. Ik weet ook niet precies waar het over heeft. Nou, u mag toch naar de kamer en dan, ja, dan hoort u vanzelf wel of Skipper die toilet is of niet. Oké, okay, helemaal goed. Dan moeten we terug naar de kamer. Ik zie Skipper die toilet ook nergens meer staan. Ja, die mevrouw zou me als gek verklaren, denk ik. Ja, vind je het gek? Zeg even, Skipper die toilet. Alsof zij Skipper die toilet kent. Maar jeetje, meneertje, het is echt geen pretje dit. Oh, ik moet terug naar boven. Toe. Ik zweer het, ik moet ook weer terug naar de kamer. Oh nee, waar is Skipper die toilet nu dan weer? Ik hoop dat hij weg is, man. Want ik moet echt terug. Oh, ik zweer het, ik vind het echt geen pretje dit. Wat doet Skipper die toilet ook achter me aanrennen? Ik vind het echt niet leuk meer, man. Oké, okay, zijn we er bijna? Wat? Hij is daar weer! Waar was hij? Oh nee, 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 nee. Oké, okay, ik moet naar buiten toe. Ik zweer het je. Ik denk dat ik eruit ga springen, man. Weet je wat? Ik ga het zo doen. Hij is achter me aankomen. Ik zweer het je, nee! Skipper die, nee! Oh, en ik kan er ook niet overheen springen. Wat is er nou weer? Oh nee. Oké, okay, ik ga eraf. Au, oh, wat? Ik kan er ook helemaal niet overheen. Wat is dit? Huh? Is dat nou weer te betekenen? Skipper die is volgens mij... Wat is met hem gebeurd? Ik weet niet wat er gebeurd is, maar hij ligt daar volgens mij half neer. Goed, laten we terug naar de kamer gaan. Ik hoop dat hij neer is nu, Skipper die toilet. Oh, wegwezen nu. Oké, okay, hij gaat niet meer overeind, toch? Oké, okay, gelukkig. Hij komt niet meer op. Hier, waar is kamer 204? Even zoeken waar die is, hoor. Ik denk dat hij hier is, man. Ja, oké, okay, kamer 204. Ik ga lekker liggen. Weet je wat? Ik ga weer even een dutje doen. Wel rusten. Oh, hoe lang moet ik nog zitten? Ik zweer het je. Ik begin wel iets beter te voelen, maar nog niet helemaal. Oh, ik heb proberen te staan. Ik denk dat dat een goed idee is. Ja, oké, okay, top. We staan weer. Oh. Ja, kom maar binnen. Hey, mevrouw. Goedemiddag. Goedemiddag. Hi. Ik heb goed nieuws voor u. Oh, vertel. U mag met ontslag. Yes, eindelijk. En ik zag ook dat u mensen had gebeld of iets. Oh, ik weet van niks, maar misschien zijn het wel vrienden van mij of zo. Dat kan wel. Oh, nou in ieder geval, uw vervoerder staat ook buiten klaar. Ja, helemaal goed. Oké. Okay. Ja, is goed. Doei, doei. Oké, okay, guys. Het is denk ik de hoogste tijd om even de rolstoel weer te pakken. En dan gaan we even naar beneden rijden. Want het is wel fijn, man. Ik kan eindelijk weer met ontslag. Oh my god, het is nog best wel snel gegaan ook. Maar goed, weet je wat? We gaan even terugrijden gauw. En ik denk dat het een heel goed idee is om dat even te doen. Oké, okay, maar van wie zou die auto dan weer zijn? Ik snap helemaal niks van. Maar weet je, ik ga lekker snel naar de auto. Rijden, want misschien is het wel iets belangrijks of zoiets fijns. Ik weet het niet, maar het zal me wel goed zijn. Oké, okay, dus, oh, daar staat een auto. Wacht, hè? Maar daar weet je toch in gereden? Wat doet die auto voor de deur dan? Ik ben letterlijk via die auto eruit gesprongen van de auto straks. Wat? Oké, okay, dit is heel raar. Maar weet je, het zal wel goed zijn. Misschien een paar vrienden van mij zijn die de auto hebben gevonden. Want ik heb een paar mensen wel verteld, maar nog niet iedereen. Goed, laat even de auto uit gaan. Hey, dag mevrouw. Oké, okay, en ach, wie is die auto nou weer? Hallo? Klopt, klopt. Wie is die auto? Hè? Ik snap er niks van. Hallo? Zo, Rano. Eindelijk, oh, daar ben je. Wat? Nee. Wat heeft dit nou weer te betekenen? Nou, ik ben gewoon vriendelijk. Ik kijk gewoon op van het ziekenhuis. Oké. Okay. Vriendelijk. Ja, gewoon vriendelijk. Oké, okay, maar waarom vraag je dan samen met Skipper die toilet? Ik vind het een beetje heel raar. Skipper die toilet? Ja, dat weet je heel goed. Wat bedoel je Skipper die toilet? Je weet wat ik bedoel. Toen net zat je mij nog het onder schot te houden vannacht. Oh, wacht, hè? Niet? Jawel. Wat is dit dan weer? Maar wacht even. Wacht, ik ga even uitkeren. Waar heb je het over? Oké, okay, laat ik even. Ja, ik was straks tussen vannacht ontvoerd, zeg maar. Ik was in een of andere kamer. En in één keer kom ik in een auto terecht. En sindsdien had je mij helemaal genaaid over Skipper die toilet. Maar dat kan helemaal niet. Is er een soort van clone of zo iets van mij rond deze, in deze map? Of? Weet ik veel. Oh, dat is wel vreemd. Ja, ik had gehoord dat je in het ziekenhuis was en dat je inderdaad onder schot werd gehouden. En had je heel veel pijn ergens, zodat je niet meer kon lopen. En ik dacht, ja. Jeetje, wat gebeurt er nou weer? Ja. Maar ik zeg mijn oma van, ik ga naar het ziekenhuis. Gaan we terug naar oma anders? Ja, ik ga naar oma toe anders. Oh. Ja, misschien een goed idee. Even leren hoe we rijden, zeg. Ja, sommige mensen moeten even leren. Ja, nou, ik doe mijn richting. Hier, op die manier. Ja, echt, sorry, mevrouw. Maar goed, deze
deze manier... Ja, die is al dood, dus die ga je niks meer kunnen zeggen. Nee, nou ja. In ieder geval, dan gaan we nu naar oma. En dan gaan we even kijken wat oma eventueel kan doen voor jou. Maar dit gaat helemaal nergens naartoe. Nee. Nee, maar waar zou dan eventueel die kloon zijn of iets van mij? Want ik denk dat het dan een kloon is. Ik weet het niet, ja. Ik vind het heel raar dit. Maar weet je zeker dat het een kloon is? Want ik geef nu echt het voordeel van de twijfel. Ik heb niks misdaan in ieder geval. Ik was gewoon bij oma. Ja, aan de andere kant, ja, ik ken je ook helemaal niet zo, als je wel, hoe je vannacht had gedaan. Ja, want je had me wel 24 uur normaal niet genomen. En dat, maar ja, weet je, ik zei ook even, weet je, laat lekker zitten. Snap je? Ja, tuurlijk, dat klopt. Ja, dus ik ben het sowieso, ben ik het gewoon, ja, niet geweest. Nou, in ieder geval, weet je, we gaan lekker naar oma toe en dan zien we jullie daar wel weer. Nou, lange rit zijn we... Politie, moet je stil. Kut. Nee, dat meen je niet. Wat? Ik heb denk net hard gereden, man. Oeh, ik weet niet, mag ik even uitstappen? Stap jij maar vanuit. Oké, goeiedag agent. Ik moet staan. Hou me staan, of wat is er precies aan de hand? Een hele goede dag, meneer. Ja, wij zijn op zoek naar een kleine jongen die rondloopt met een wapen. Kleine jongen met een wapen? Ja, hij zit in een netpak, zwart haar. En hij doet alsof hij heel vriendelijk is, maar eigenlijk is het een kwaaidoener. Oh, zo ja. Ik durf het eerlijk gezegd niet te zeggen, want ja. Nee, maar ja, heb je misschien situaties meegemaakt? Of ben je zelf ooggetuige geweest van iets? Ja, vannacht. Maar ja, dat is in de nacht gebeurd. Dat is nou niet meer aan de gang. Oké. Ja, want we hebben de hele stad afgezet. Met allemaal politieauto's. Op de snelwegen staan ook een stuk of 10, 15 politieauto's langs de weg. Ja, want snap we willen deze kwijtdoen en willen we echt stoppen. Ja, nee, dat snap ik. Ja, ik zou het helaas niet weten, maar in ieder geval, het enige wat ik wel weet is dat ik vannacht mee was genomen door hem toevallig. En dat ik in het ziekenhuis ben beland. Maar goed, ik ben weer ontslagen, dus. Oké. Hey, wacht eens even. Er komt een kleine knul komt uitstappen. Heb je het over die? Ja, hij lijkt wel sprekend op hem, als ik eerlijk moet zijn. Ja? Ja, maar meneer, ik ben zelf ook ooggetuige geweest van dat. Hij lijkt wel sprekend op mij, maar ik ben het echt niet. Oké, en hoe kunt u dat bewijzen, jongeman? Nou, ik ben 9 jaar, dus u mag me helemaal niet staande houden. Ik mag je wel staande houden, maar dan moet ik met je ouders in gesprek. Ja, dat mag, maar ja, ik bedoel Delano, hier zo, zijn naam. Ja, ik ben eigenlijk constant met hem ben ik op stap. En ik heb eigenlijk geen ouders meer. Ja, mijn vader wel, maar mijn moeder, ja, weet je, die ligt ook op sterven in het ziekenhuis of wat. Dus ja, ik weet niet wie je het beste kan contacteren. Nou, in ieder geval, ik geloof jullie wel. Dus jullie mogen weg weer vervolgen. Ja. En wij houden gewoon een oogje in het cel over deze situatie. Ja, dat is helemaal goed hoor. Nou, hele fijne dag nog. Fijne dag en ik hoop dat er goed nieuws komt binnenkort. Ik hoop het ook. Oké, nou weet je wel, kom, dan gaan we. Ja, we gaan. Ik ben blij dat we onze weg weer kunnen vervolgen. Ja, ik weet het. Er ligt ook een deur uit de auto, ik weet niet wat hiermee gebeurd is, maar... Oh, nou ja, het maakt ook niet uit. Nee. We moeten hier naar rechts. Rechts? Ja, en dan zijn we bijna thuis. Zijn we bijna thuis, ja. Ja, kijk, want bij oma, hè? Oké, nou, dan gaan we. Oké. Zo, nou, dan gaan we terug naar binnen toe. Oma! Hey, oma! Oma? Misschien zit de kamer hiernaast. Oké, misschien wel. Laten we gaan kijken. Oma! Oh, daar! Ja, daar is ze! Daar. Hey, oma! Hey, oma! Hey, hallo jongens! Hoe is het met jullie? Ja, goed hoor. Met jou? Ja, met mij gaat het ook goed. Ja, ik heel even iets uit de auto pakken hoor. Ik heel even iets uit de auto pakken, ja? Ja, dat is goed. Oké, laat ik even naar de auto gaan. Even kijken wat ik eruit moet halen. Even kijken, in de achterbank had ik iets neergelegd. Eens even kijken. Wat? Ik zie het hoofd van Skibbity Toilet erin zitten. Wacht, ik ben toch in de val gelokt. Nee, dat meen je niet. Oh my god. En wat? Nee, dat meen je niet. Mitchell, daar ben ik dan. Hey, Delano. Hey. Oké, mensen, we zijn net de video begonnen. Heb jij de video geliked en ben je geabonneerd met belletje aan? Ik heb de video geliked, alleen ik zie deze mensen die tegen me aan lopen. Ja, hebben jullie ook al geliked, mensen? Jazeker, maar wat is je probleem dan? Niks hoor, ik vraag gewoon of je al geliked hebt. Maar leuk dat je geliked hebt, anders kon de Dancing Serbian Lady achter aanrennen, hè? Echt? Ja. Hey. Oh, goed dat je het zegt, anders zou ik ook even gelijk abonneren. Kijk, strijden, bam, hier. Oh, ze worden gelijk boos. Ja, nou, ze gaan me lopen duwen. Ja. Die eikels. Oh my god. Geen dat nu alweer, dat gezeik. Ja. Nu rennen ze weg, hè? Nu rennen ze weg. Omdat er een grotere vent komt. Oké, nou. We gaan even lekker verder, mensen. Laten we de glijbaan... Hey, Mitchell, gaan we niet van de glijbaan af dan? Wat? Gaan we niet van de glijbaan af? Nee, ik heb geen zin in de glijbaan. Hoezo niet? Hier, deze voor je, kleine rotkin. Nee, ik smeer het rond, doe je het. Zal ik even meehelpen? Mitchell, ik vind het echt helemaal niet leuk, hoor. Nou, ga naar je mommy toe. Hier, alsjeblieft. Auw, doe ze even normaal, ja. Ik zweer het. Hier, deze ook. Oh, ik ga ook even morselen. En deze mevrouw. Gaat het? Ja, het gaat wel. Dankjewel. Oké. Mitch, je bent gek geworden, man. Je maakt al die mensen boos. Wat? Je zult die zandkastelen kapot te maken. Hé, joh. Daar hebben ze nog wat te doen vandaag. Leuk. Ze hebben er al een harde ziel in gestoken. En dan ga je ze kapot maken. Ja, wat maakt het nou uit? En blijf van die vrouw af. Ze vinden dat niet echt heel leuk. Maar goed, weet je, Mitchell, laten we even een biesburger eten. Kom, naar de auto. Biesburger? Oh, ik heb daar nou echt serieus een trek in, man. Hoezo niet? Nou, ik had gezien dat er een nieuwe Happy Meal is bij de McDonald's. Maar laten we het even s'avonds doen, ja? S'avonds? Hoe is het s'avonds? Beter. Ik heb zin even een biesburgertje. Kom. Oké, weet je, ik heb het nooit op, weet je?
zit het voor alles de eerste keer, toch? Bedoel, het is de grootste YouTuber van heel de wereld. Ja, maar er is een nieuwe Happy Meal. En die Happy Meal die is er nog maar vandaag alleen. Kom goed, vanavond, ja? Dan is het ook nog. Ja, nou, ik mag wel hopen, want op is op, hè? Ja, dat is. Maar van wie is de Happy Meal dan eigenlijk? Is van Dancing Serbian Lady. Echt? Hebben ze ook een eigen Happy Meal? Ja, maar er zit dus ook nog iets extra's in. Een exclusief iets. Ja. Wat het met de Dancing Serbian Lady te maken heeft. Oh. Nou, in ieder geval, we zijn dus aangekomen bij het Mr. B's restaurant. Oh, jawel. Kijk eens wat door de toonbank ligt, Mitchell. Echt geen trek in. Ja, het geldt wel. Maar gaf, ik zie allemaal burgers, zie ik al die platte ding liggen. Echt geen trek in. Als je 10.000 euro wil, laat even eerst even bij Mr. B's gaan bestellen, ja? Eat here and get $10,000. Oké, nou, ga je eten. Oké. Hi, Mr. B's. Zou ik graag een B's burger mogen? Ja, zeker. En moet die kleine daar ook iets? Mitchell, moet je ook iets? Nou, voor de $10,000, doe maar wat. Een klein patatje. Ja, dat is geen garantie dat je het krijgt. Maar in ieder geval, bij deze, het eten komt eraan. Ga je vast even lekker zitten, zou ik zeggen. Gaan we doen. Kom, Mitchell, laten we een plekje gaan zoeken. Nou, dit is wel een mooi plekje hier zo. Nou, het geld hier wel overal op de tafel slaan, hè? Ja, inderdaad. Wel mooi, man. Oh. Maar dan mag je niet zomaar pakken, hè? Alleen als je het helemaal opeet. Oké, nou, dan weten we dat ook weer. Nou, in ieder geval, de burgers liggen al op tafel. Laten we even een hapje gaan nemen. Oké, laten we even proeven, ja? Ik pak even dat frietje. Ja, en? Kijk op. Ah, dat is echt niet lekker. Maar we moeten even doorkomen, man. 10.000 euro, bro. Daar doen we het voor. Dat doen we voor die 10k, bro. Kom, okay, even doorreizen. Is goed, ja. Oké, even kijken. Is er ergens een hond daarbij? Nee, er is geen hond. Oh, het hier. Is echt niet te harde. Ik weet het, man. We moeten even doorbijten, oké? Mag ik mijn friet ook anders meenemen, dat ik later mijn geld op kom halen? Nee, je moet het hier opeten. Ja, regels zijn regels, man. Moeten we ons aan houden? Weet je wat ik ga doen? Als hij niet kijkt, leg hem weg. Verstop ik het gewoon. Hé, hey, daar is de hond, Mitchell. Hond, waar? Hoe daar? Ja, laat ik het even geven. Kijk eens. Lekker, hè? Hier, ik heb ook mijn frietjes. Lekker, hè? Jongen. Okay. Zo. Mr. Beast, ja. Het eten is op. Gefeliciteerd. Je hebt 10.000 euro. Ga maar naar huis. Okidokie. Nou, dankjewel. Nou, Mitchell, kom. We gaan. Nou, we kunnen gaan. Dankjewel. Ja, dankjewel. Oh my god. Hé, we hebben gewoon 10.000 euro. Ja, maar maat, het was echt niet te harde. Het was gewoon echt niet te vreten. Ik weet het. Ja, ik hoop dat die hond het wel lekker vond. Niet dat hij straks dood in de gracht ligt, maar... Nou ja, laten we maar hopen dat hij niet dood in de gang ligt. Nee, maar goed. Weet je wat? Laten we lekker... Mitchell, wat doe je nou? Ja, sorry. Ik ben van inbreken altijd, maar dat was niet mijn bedoeling. Dat moet je niet doen. Misschien is die auto van Mr. Beast, dat weet je niet. Oh, nou ja, weet je, hij kan het vast weer betalen, dus dat komt wel goed. Ja. Hey, we hebben wel 10.000 euro van hem gehad, hè, om als hij het eet is. En wat ben jij nou weer aan het doen om een mens aan het aanrijden hier? Ja, zeker, leuk toch? We zijn eigenlijk ook wel slecht erin, hoor. Maar kom, we gaan nu naar de McDonald's. We gaan eerst naar huis toe, dan gaan we straks naar de McDonald's. Komt goed. Oh, ik ga echt naar mijn hoofd zeuren. We gaan nu naar de Mac. Oké, weet je wat mensen, ik zie jou alweer thuis, dus tot daar. We gaan nu naar de Mac. Nou, Mitchell, we komen dus weer bijna aan bij het huis, man. Maar ik wil naar de Mac. Ja, dat weten we. We gaan ook naar de Mac, maar niet nu. Ik wil naar de Mac. Als je gaat zeuren, dan gaan we niet, oké? Oké. Geduist houden. Nee. Met de gele M. Ja, de gele M. Dat is niet zeuren, dat is zingen, Delano. Ja, ja. Oké, dus we komen dus nu thuis aan. En ik denk dat ik even naar binnen ga lopen. Ja, ik ga naar mijn kamer. Ik heb de postbus even open. Oké, wat zit er in de post? Een bloembak, wat ligt erop? Van wie is dit nou weer? Anoniem. Dat is even lezen, hoor. Er staat op, kom naar de McDonald's om 3 uur s'nacht. Mitchell. Ja, McDonald's, kom. We gaan naar de Mac. 3 uur s'nacht, vriend. 3 uur s'nacht. Nee, kom, we gaan naar de Mac. Mitchell, er staat er een brief. Hé, vriend, wat de hel? Zit we die al 9 jaar aan te rijden? Kom eens terug, jij. Wat was je aan het doen? Ja, we zijn de money aan het nemen. Jongen. Dat ik auto kan rijden, man. Ik heb zelfs geen rijles met je. Dan ging je pranken bij mij. Ja, na 1 les. Ja, dan zit hij nou zo dom te lachen. Nou, ik ga even naar mijn kamer, ja. Ik ben zo terug. Ja. Delano. Ja? Ik heb een anoniem belletje. Neem op. Hallo? Hallo, goeiedag. Je spreekt met mij. Ja, wie is mij, als ik vragen mag? Geeft u uw naam? Doet er niet toe, maar u heeft namelijk een examen gemist op school. Of tenminste, u heeft het nog niet gemist, maar u weet haar examen vandaag? Denk het. Ik weet niet. Nou, in ieder geval ga lekker naar school toe en maak je examen. Oh ja, ik ga niet zomaar naar school toe en dan een examen maken als ik niet weet dat ik hem moet afnemen, maar... Geen examen, geen slaging. De examen is al een tijdje doorgegeven, maar je bent gewoon vergeten. Dus kom maar. Oké, nou, ik kom eraan. Okidoki, doei doei. Doei doei. Oké, Mitchell, wie was dat nou weer? Ja, ik weet niet. Hij zei van, hallo met mij. Ik vroeg een naam, hij zei van, doet er niet toe. Je hebt een examen gemist of iets, dus ik moet weer terug naar school. Oké, dat is heel raar. Ja, nou, in ieder geval pak je fiets en ga naar school toe. Ja, ik pak wel jouw auto. Nee, fiets. Hé, hij staat kapot, hè? Echt niet, net te laat. Het sfeertje, en ga gewoon wel zijn fiets pakken. Nou, mensen, ik ga denk ik even frisse duik nemen. Dat kind is toch weer naar school toe. En dan ga ik het straks even ophalen van school. En dan, kijk wel even voor de McDonald's. Want ze hebben natuurlijk wel zin in de McDonald's.
McDonald's. Maar dat betekent dat we niet om avondeten in de McDonald's doen, want we moeten om 3 uur s'nachts zijn. Goed, laat ik even gaan jumpen. 3, 2, 1, ouch. Oh, ik moet wel in het water springen. Oké, opnieuw. Droink, oink, oink. Au, oh, ik heb er letterlijk overheen sprongen. Ik weet niet dat ik over het zwembad heen kan springen. Oké, 3, 2, 1, joink. Oké, en nou verdrink ik. Oké, dat is niet echt heel fijn en zo. Maar either way, ik moet ook wat sterker worden. Want eerlijk, ik heb alleen maar vettigheid gegeten. Word ik ook alleen maar dik van. En dat moet ik ook niet hebben, man. Oké, 3, 2, 1, hoppa. Even de boksbal gebruiken. Oké, weet je wat, mensen? Ik wacht even tot de avond valt en dan haal ik zo meteen Mitchell op. Oh, ik denk dat die schoolhond dus wel even op me zit. Ik heb net even lekker gezwommen. Weet ik wat gekookt voor mezelf. Ja, ik moet ook even wat eten. Want het duurt wel heel lang. We kunnen pas om 3 uur eten. Even dat duidelijk is. Maar goed, laten we even de auto weer stappen. En daar gaan we dan. Lekker rijden. En damn, die auto is ook helemaal kapot, joh. Wat is er gebeurd? Nou, in ieder geval, de auto is me mooi gerepareerd. Ik weet niet wat er gebeurd is. Maar het zag er niet heel goed uit daarnet. In ieder geval, wij moeten lekker naar school toe rijden. Ik denk dat het een verstandig idee is om dat even te doen. Dus ja. Weet je wat? Laten we voor extra veel gas geven. Als we dat doen, dan komen we zo bij school aan. Maar ik wil toch even weten wat Mitchell dan eigenlijk allemaal van plan is. Want eerlijk, het is wel heel lang voordat hij thuis komt. Ik bedoel, de dag had te lang om moeten zijn. En hij heeft er niet eens thuis gekomen. Hij heeft er niet eens bad tegen mij gezegd. Ja, maar moet ik dan weten hoe het met je gaat? Kind kan de was doen. Weet je wat? Ik zie je weer terug op school. Oké, dames en heren. Wij komen dus bijna aan op school. En ik denk dat de hoogste tijd is om eens even hier naar binnen te gaan. Want ja, hogere tijd heb je niet dan de hoogste tijd, hè? Dus daar komen we dan. Oh my freaking god. En wat gebeurt hier nou? Oh my freaking god. Hé, wat is er aan de hand? Wat gebeurt hier nou, hè? Eetje. Haha, lekker voetje. Jij doet hem gek samen. Je bent in de volgelokte. Haha, luister dan, zie. Hé, hier kan ik beginnen. Hè? Wat denk je dan niet? Stelletje flikkers. Wij zijn maar anoniem en dan vervolgens dan kom. He, zeg kom dat ik examen heb. Kom dan, hè? Kom dan. Hé, hey, wat heeft dit nou weer te betekenen, joh, stomme rotzakken? Hé, hey, dat gaan we niet doen, hè? Ik ben wel de vader, besef je dat even? Hè? Kom aan. Doe eens even normaal, joh, ouwe gekken, hè? Oh my god, een beetje lopen aanvallen. Zijn die gek geworden, hè? Zo, en jij gaat ook liggen, vriend? Zo, hoppakee. Dit zal hem leren. Nou, Mitchell, alles in orde? Ja, een soort van. Ik ben wel weer een beetje in shock. Ik ga nooit meer anoniem opnemen. Nee, en we vonden ook een beetje gekneusd volgens mij. Hey, Mitchell, ik moet heel even iets in mijn oude klaslokaal ophalen. Wacht je hier even? Ja, ik wacht. Oké, top. Ja, want ik heb hier nog namelijk in mijn oude school iets liggen. Namelijk, ik weet nog wel, mijn oude schoolboeken. Ik wil heel graag weten hoe ik eigenlijk vroeger aan het schrijven was. Ik vind het altijd wel leuk om mijn oude dingen even terug te lezen. Dus laat ik even naar binnen gaan. Je zou denken van Daddy, ben je nou echt zo'n oude meut? Niet per se, maar gewoon. Nou, in ieder geval, we zijn dus aangekomen in de school. En even kijken, welk klaslokaal was het ook alweer? Volgens mij een beetje achterin. Ik wist even niet de. Klaslokaal, je hebt 111. Wie is dit nou weer? Is dat de Dancing Serbian Lady? Oh, ik moet het Mitchell vertellen. Ik moet het Mitchell vertellen nu. Ik zweer het, je kan nu naar buiten toe. Oh my god. Wat heeft het deze betekenis? Sinds wanneer is de Dancing Serbian Lady aan het dansen daar? Zo, ik stap er helemaal niks meer van. Weet je wat? Laten we naar buiten. We gaan hem even aanspreken dan, hè? Oh my god. Oh no. Mitchell. Yo. Ja, wat is er? Wat is er? Ik zag deze Dancing Serbian Lady daar binnen zitten. Wat? Laat ik zien. Zweer. Ik Laat zweer. Zien. Kom nu. Waar zag je er dan? Bij de ingang. Ja, ik zag in het gebouw. In het gebouw. Ja, hier zo, in dit gebouw. Kom. Wat? Ik zweer, dit is mijn oude school, weet je wel? Want ik zat in, hier 15 jaar geleden op. En toen was het schoolgebouw nog helemaal heel, weet je wel? Mm-hmm. Maar dit had ik toch nooit verwacht. Ik zweer het je, ik zag haar hier zo. Hè? Weet je, kijk eens, waar is ze gebleven? Wat? Ze is weg. Mama, ben je nou serieus mijn tijd te verdoen om alleen voor Dance Super Lady? Ja, ik dacht dat ze hier was. Ik zweer het je, ik zag haar volgens mij ook hoor. Ik zie hier allemaal oude schilderijen liggen. De klaslokalen doorzoeken. Mama, als ik heel eerlijk ben, geloof ik er geen bal van. Want ik zie er niet. Nou, misschien is ze wel weggegaan, ik weet niet. Maar in ieder geval, hier is ze niet. Nee, nou ja, oké dan. Nou, weet je wat? We gaan wachten tot de. Ja, wacht sowieso even tot 3 uur s'nachts. Ik denk dat het hoogste tijd is om dan naar McDonald's te gaan, hè? Nou, hoe laat is het nu? Oeh, het is bijna avond. Ja, het is bijna avond. We moeten er even wachten. Oké, is goed, maar we wachten wel. Nou, laat hier even weet je dan, wiri gaan roken dan? Kom. Roken? Ja, een jointje, kom. Nee, tuurlijk niet. Ben je gek? Nee, wou dat zeggen, ik rook niet eens. Alsof 9-jarige kinderen roken, ben je helemaal gek geworden? Nou ja, heel misschien ik. Nou, hey. Tegenwoordig wel hoor. Tegenwoordig spelen ze niet meer met gekke dingen, maar tegenwoordig spelen ze met de vapes. Dus je weet hoe dat gaat. Oh ja, vapes. Dus die tijd weer. Nou, dat vind ik ook echt vreselijk. Maar goed, weet je wat mensen? We wachten tot 3 uur s'nachts is en dan gaan we naar de McDonald's. Dus tot daar. Mitchell, bij zover, het is al 12 uur. Nou, het is 3 uur s'nachts was het toch? Oh, wacht, maar, nee. Oeh, lala. Ja, oh ja, het was 2 uur s'nachts, sorry, ik zat even verkeerd te kijken. Maar om 3 uur s'nachts moeten we een stukje rijden, hè? Het is van een stukje rijden, dat weet je ook wel. Ja, nee, maar hey. Delano, even chill, kijk dan, Oh, hey. Hey, schatje, zou ik een laptop van je mogen krijgen? Hey, ja, hoeveel kost je wel geld? Ja, Mitchell, kost wel geld. Wat? Bij wie kost het geld? Bij jou? Maar jullie zijn studenten van 20, 21 jaar. Ja, oké. Maar goed, bedankt voor je mooie dans. Ja, het zag er wel goed uit. Het zag er heel aangenaam uit, maar we komen er wel een keer terug, schatjes. Okidoki! Ja, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het goede nieuws is, je ziet er goed uit. Het slechte nieuws is, je mag stikken in je fucking geld. Hey, doe eens even normaal, joh, Mitchell. Je gaat er niet zo iemand slaan. Nee, even serieus. Zoals ik dan nog een betere chick verdienen dan een paar mensen die hier alleen maar om geld zitten te vragen op straat. Hier, op, zouten mensen. Zo, hij is kwaad. Zo. Okay, ja, inderdaad. Nou, oh, ik hou er niet van, man. Maar kom, we gaan weg. We gaan nu naar de Mac. Maar, ja, schatjes, tot de volgende keer. Als je het nog durft. Oh.
Ja, inderdaad. Een beetje geld lopen schooien. Kijk, het zijn hele knappe dames. Echt heerlijke, beeldschone dames. Maar ja, ik weet niet, man. Bedelen gewoon. Het zijn van die straathoertjes, joh. Delano. Weet je wat het is? Weet je wat? Die hebben niet eens geld. Dat soort nee, mensen. Dan geef je ze geld. En dan weet ik veel wat ze bij je doen. Allemaal leuke en spannende dingetjes. Ja, maar leuke en spannende dingetjes die ze bij 100 andere voorgangers ook al hebben gedaan. Precies. En daar blijft het bij. En dan ga jij vervolgens met een pijnlijk geslachtsdeel loop je rond. Terwijl hun geld van je hebben gehad. Nou, dat is lekker. Ze hebben daar niet eens gevoel bij, besef. Nee, maar ik denk dat het wel pijnlijk is. Ja, maar ik begin nu echt zoveel honger te krijgen. De laan was niet normaal. Ja, hallo, we hebben de hele avond ook niet gegeten, hè? Ja, oké, okay, maar ik begin wel echt honger te krijgen nu. Same. En maar weet je wat, mensen? We zien jullie wel weer de Mac. Nou, mensen, we zijn niet voorbij bij Mac aangekomen. Laten we even de honger even opeten, man. Ik bedoel, misschien waren die dames nog wel wat te eten, maar dat ging niet. Nee, nou ja, weet je, als ze nog geld vragen. Dat is gewoon echt een heel happy menu of zo. Voor dat geld wat ze vragen. Hoekers, man. Ze zijn heel arm. Kom. De hele Mac kan je van betalen. Ja, sinds wanneer staat een Ola-bord buiten? Een wat bord? Een Ola-bord, zie je dat? Oh, misschien dat ze wel ijsjes willen of zo. Nou, een hele rare reclame. Het is de McDonald's waar je reclame maakt voor Ola. Dat klopt niet, hè? Maar misschien, mevrouw, verkopen hier ook. Mevrouw, waarom staat iemand in de keuken te dansen? Oh, dat is onze mascotte. Geen zorgen. Is dat zeker weten, mascotte? Ik vertrouw het niet zo. Ja, jij, Delano? Hallo, dat is hier bij ons nog in de smink gezeten. Ik vertrouw het niet zo, Delano. Jij? Ja, ze zeggen dat ze in de smink hebben gezeten. Weet je wat? Doe maar gewoon 2 Happy Meals, oké? Okidoki. Het is wel het laatste van het Dancing Serving Lady. Oké, nee, duidelijk. Hoeveel gaat dat kosten? Die gaat u €45 kosten. Wat? €45? Waarom is het zo duur, mevrouw? Het is de laatste dag. Het is nog zeer exclusief. Je kunt ze doorverkopen voor een heel hoge prijs. Oh. Ah, oké. Okay. Nou. Ja, goed, goed. Weet je, we doen het. Weet je, Delano, ik moet heel nauw naar de wc, ja? Dus ik ben zo terug. Oh, ja, oké. Okay. Nou, in ieder geval, mevrouw, we doen het. Ik heb hier eentje besteld. Okidoki. Nou, hij gaat even naar de wc toe. En ja, dat is. Maar ik moet ook even ondertussen naar de wc, man. Ik moet even heel nodig pipi doen. Een kakka. Ik wil even kijken, hoeveel wc's zijn er eigenlijk op deze Mac? Oh, hey. Oké. Nou, daar ga ik dan. Oh, even een kakka doen. Heerlijk. Zo, en even een pipi doen. Oh, dat lucht op. Dat is echt fijn. Oh, heerlijk. Mijn kakka is gedaan, hoor. Ik heb mijn kakka neergelegd en we gaan even van de wc af. Oh. Mitchell, heb je Happy Meal Hall? Waar is Mitchell nou? Ik zie helemaal niemand meer bij de Mac. Waar is die gast van die balie dan, die mevrouw? Ik ga eens even over de toonbank klimmen. En wat? Wat is maar gebeurd? Oh my god. En waar is die Dancer Serbi Lady? Ook ineens weg. Nee. Ik denk dat ik één ding kan weten. Als ze niet hier zijn, zijn ze bij de andere McDonald's. Maar hoe dan? Hoe is het mogelijk ook? Weet je wat, mensen? Laten we heel gauw gas geven naar die andere McDonald's. Want ik snap helemaal niks van. Waar zijn ze in godsnaam gebleven? Ik ga maar even 2 seconden naar het toilet en in één keer zijn ze weg. Dat is echt het meest rare wat ik ooit heb meegemaakt gewoon. Ja, ik weet echt geen wijsheid te halen, hoor. Maar het zal hem wel. Maar we gaan even lekker naartoe rijden en ik zie het daar wel. Dames en heren, jongens en meisjes. We zijn dus bijna aangekomen bij de MOOC. We zijn bijna aangekomen bij de McDonald's, jongens. Dus we gaan even hier naartoe en dan gaan we lekker naar binnen toe. Want eerlijk, oh, ik wil even weten hoe het allemaal gaat. Ik hoop dat alles een beetje in orde is met Mitchell. Want oh, ik maak me echt zorgen om hem, man. Oh, ik vind echt niks. Ik vind het echt verschrikkelijk dat dit allemaal gebeurt. Hier gaan we even naar binnen toe. Hier moet het al zijn, hè? Waar zal hij dan zijn? Nou, in ieder geval, we gaan even naar de McDonald's toe. Even kijken waar ze zijn. Hey! Oh my god. En hier is ook zeker niemand, hè? Nee, natuurlijk niet. Die McDonald's is gesloten sinds de ene s'nachts. Maar even kijken naar de hele McDonald's. Ik zie mijn apparatuur staan, maar ja, dan moet ik ermee. En misschien hier zo ergens dan? Ook niet. Misschien in de wc? Ook allemaal niet. Misschien in die andere wc? Ook allemaal niet. Jeetje, mineetje, zeg. Is echt niet de bedoeling dit. Er kan maar één plek zijn waar die wel kan zijn. En dat is de kelder. Ah, dat meen je ook gewoon niet, hè? Oh, ik ga eens even lekker naar beneden toe, man. Wat gebeurt hier nou weer? Oh my god, ben je serieus? Wacht, wat? Mitchell, wat gebeurt er? Yo, oh my god. Zo. Die gaan we even mooi te pakken nemen. Wat dit dan weer te betekenen? Mitchell is alles in orde. Hij zegt ook helemaal niks. Oh my god. Zo. Mitchell. Delano, wat ben ik blij dat je even komen redden. Ik ga hem gewoon in elkaar meppen ook. Hij is al dood. Ja, maar ik kan het niet handelen. Ik snap het. Vieze, hoor. Mij zal me meenemen, hè. Ik heb mijn schoentje dus gezet, want Sinterklaas komt zo meteen langs. Is dus vandaag ook aangekomen in het land. En als we even kijken, dit zijn dus bijschoenen. En dit is de schoen van de vrouw van mij. Ze zegt als je je schoen om 3 uur snel zet, dat er namelijk iets geks kan gebeuren. Nu had ik gisteren ook even PlayStation gekocht. En die moet ik ook nog aansluiten. Maar mensen, laat ik dat morgen eventjes gaan doen. Even alles afsluiten. Ook even de laptop van mijn vriendin, want ja, die ligt hier namelijk ook. Oké, toppie. En ik denk dat de hoogste tijd is om even lekker te gaan slapen. Ik ben dus heel erg benieuwd wat er gebeurt als je schoen zo laat zet. Maar mensen, like even allemaal deze video 3 seconden tijd. Want anders is de grote kans dat Horace zit naar je huis te komen. En dat je geen cadeautjes krijgt met Sinterklaas. Op het moment dat ik aan praten was, zijn er 3 seconden voorbij. Dus weet je wat, laat ik even naast mijn vriendin duiken. 1, 2, 3, welterusten. Oh, a few moments later. Oh, goedemorgen. Ik hoop dat je goed hebt geslapen, lieverd. Hey, goedemorgen, Delano. En hoe dat ik heb goed heb geslapen? Als een roosje. Kijk, zo mag ik het horen. Laten we samen naar beneden gaan, want ik had gisteren mijn schoentje gezet. Ik ben dus heel erg benieuwd wat er in mijn schoen zit. Oeh, met Delano, je gelooft er niet in die onzin. Nou, een ritueel wel, maar... Of ja, niet geloof, maar ik wil het gewoon proberen, toch? Je weet hoe ik ben. Een beetje nieuwsgierig. Daar
heb je zeker gelijk in. Maar kom in ieder geval even lekker even naar beneden te gaan. Dus ik denk dat het wel even een goed idee is om te doen. En oh my god, ik ben er wel een beetje moe. Maar in ieder geval, ik hoop dat je gewoon goed geslapen. Dat vind ik allemaal belangrijk. En ja, ik zou zeggen, ga even je ding doen, zou ik zeggen. Ja, komt goed. Ik ben dus heel erg benieuwd wat er in de schoen zit. Maar ik ga even naar de keuken toe, want ik heb een ontbijtje voor ons klaarmaken. Nee, komt goed. Ik zou zeggen, doe je ding en dan ga ik even naar de woonkamer toe. Oké, dames en heren, wat heb ik iets aan mijn schoentje of niet? Oh my god. En niks in mijn schoenen. Ik zei het toch, en lieverd, heb je mijn laptop? Nee, hoezo? Je laptop lag hier toch vannacht? Ja, dat dacht ik ook, maar weet je zelfs zeker dat hij lag? Ja, als ik even goed herinner, ik heb het namelijk op de opname ook staan. Ik heb het dus wel hier neergelegd, dus ik weet niet wat er aan de hand is, maar hoezo? Weet je zeker dat hij het weggehaald? Nee, er is ook geen sprake van een inbraak, want ik heb alles gewoon op slot gedaan. En alles ziet er ook gewoon heel erg gesloten uit. Whatever, het zal ook allemaal wel. Ja, weet je, laat ik even mijn PlayStation aansluiten, even lekker FIFA gaan spelen, want ik wil vandaag toch niet over doen. Maar ik vind, ja, precies, er is helemaal niks in mijn schoen. En wacht, waar is mijn PlayStation gebleven? Lieverd, heb je mijn PlayStation ergens in? Nee, ik was aan het slapen, dus ik weet niet waar je het over hebt. Ja, dan weet ik het ook niet, maar hè? Hoe kan dat nou weer? Ik bedoel, alles is op slot en alles is er voor mij op slot, tenminste. Ja, dus hè? Ik snap er niks van. Ik zou het ook niet weten, Delano. Nou, het zal wel goed zijn, maar de kinderen komen vandaag thuis. En laten we met de kinderen misschien even het schoentje zetten. Toch misschien even leuk voor en dan kan ik even wat in een schoen doen. Oh ja, goed idee, Delano. Kijk, vind ik helemaal goed om te horen. Weet je, dan ga ik eventjes niet naar mijn werk toe en dan haal ik straks mijn kinderen even op. Dames en heren, ik ga dus even lekker naar mijn werk toe en laat ik even met mijn auto gaan. Want eerlijk, ik heb helemaal geen zin om te lopen. En hè? Auto liggen niet. En ook niet op mijn oprit. Wat de hel? Oké, er is wel iets vreemds dan. Mijn auto is weg, de PlayStation is weg en de laptop is weg. Ik weet niet waar het aan ligt, maar dan moet ik dus gaan rennen naar mijn werk toe. Of een auto gejat. Ik denk dat dat een beter idee is. Dus laat ik even deze auto gaan stelen. En even lekker naar mijn werk rijden. Oké, dames en heren. We hebben niet vanochtend u gestolen. Ja, ik hou het normaal niet van als stelen. Maar ik denk dat het nu even de enige optie is om te doen. Want eerlijk, anders kan ik er niet komen. Maar op zich een hele fijne auto. En ja, dat is het ook gewoon. Oké, ik ben een beetje dubbele woorden aan het verzinnen. Maar daar gaat het even niet om. Weet je, ik ga lekker naar mijn werk toe. En dan zie ik jullie daar. Nou, mijn allereerste dagje bij het ziekenhuis. Ik ben dus heel erg benieuwd hoe het uiteindelijk aan toe gaat. Want eerlijk, ik heb hier nog nooit een dag van tevoren gewerkt. Omdat ik toch YouTuber was. Maar als ik even naar de statistieken van Delhi Gaming kijk, buiten video van gisteren om. Het is verschrikkelijk. We hebben niet eens elke video met moeizaam 1000 views. En ja, daar kan ik gewoon niet van leven. Dus ik heb weer een baan gezocht. En dat is in het ziekenhuis. Daarom dat ik even tegen jullie wil zeggen, mensen. Like even maar deze video's. En zorg dat je deze video's afkijkt en support. Want jullie support is meer dan welkom. Maar goed, ik ga me eens even moeten melden. En ik ben dus heel erg benieuwd wat ik hier kan verwachten. Goeiedag. En oh my god. Dit is al een beetje apart. Let er maar niet op hoor. Die jongen vindt het wel fijn als ik op zijn schoot zit. Maar je bent nieuw, neem ik aan. Ja, nee, klopt. Ik ben inderdaad nieuw werkzaam hier. Luister, wat moet ik eigenlijk doen? Welke afdeling heb je vandaag? Je hebt de eerste twee kamers op de tweede verdieping. En ja, je moet zorgen dat Gerrit een beetje de buurt blijft. Want dat kan een vervelende man zijn. Hij kan veel vragen. Maar je moet er zorgen dat je in ieder geval de eerste twee patiënten gaat behandelen. En ik denk dat voor jou wel heel goed weggelegd is. Mooie start. Oké, nou, ik ben dus heel erg benieuwd. Nou, laten we naar boven gaan. My god, de eerste dag op mijn werkvloer. Oh, ik zweer het je. Maar nog steeds, ik ben er wel een beetje verbaasd wat mijn spullen zijn gestolen. Ja, eerlijk, ik moet dan een baan zoeken. Want als dingen gaan gestolen worden. Dus ja, hey, aangenaam, mijn naam is Delano. Fuckadelly, mijn naam is Joost. Sowieso, al gelijk into the ding is. Ja, Archie. Hey, Sinterklaas was gisteren het land gekomen. Heb je toevallig een schoentje gezet? Om 3 uur 's nachts, wat vind je daarvan? Delano, dus niet zo gek. Waarom om 3 uur 's nachts? Een beetje apart. Nou ja, het schijnt te zijn als je schoen om 3 uur 's nachts zet, dat je namelijk iets geks kan krijgen. Wat zeg je daar? Iets geks? En wat bedoel je? Geesten zeker. Jij bent ook niet 100 hoor. Wat doe je in een ziekenhuis dan? Ja, ik moet dus 2 patiënten behandelen. Dat is het dus. Volgens mij hoor je er zelf ook wel bij. Alleen het woordje psychiatrisch mist nog een beetje. Psychiatrisch ziekenhuis? Kom maar op. Oké, nou ja, met jou hoef ik ook verder niet meer te praten. Psychiatrisch ziekenhuis. Oké, ik stap er enigszins wel, maar dat is in ieder geval niet het geval. Hallo, doe eens een beetje lief tegen mij. Ik vertel alleen maar een beetje mijn ervaring. Oké, wel een beetje aparte ervaring, maar dan nog. Weet je, het gaat even niet om. Hey, jou ben ik niet vergeten hoor. Oh nee, Gerrit, kom aan. Wat doe jij nou hier? Ik ken jou nog. Ja, heb je goed gezien, Gerrit. Maar wat is het nou mis? Ik werk hier sinds vandaag. Ja, en ik zie er voor mijn lol mee zeggen. Wat doe jij hier werkzaam? Ik snap er helemaal niks van. Nou, precies hoe ik het zeg, maar Gerrit, ik moet mijn klant even behandelen, oké? Okay? Gaan we zo beginnen? Fuck you, hè? No, no, sorry hoor. Oh my god, wat een vervelende man. Oh, oké. Welke kamer gaan we als eerste in? Oké, dus 202. Laten we even gaan kijken wat ik in deze kamer moet doen. Een mevrouw moet ik helpen. Hey, mevrouw, kunt u mij alsjeblieft een klachtenomschrijving geven? Ja, het zit zeg maar namelijk zo. Ik laat tegenwoordig heel veel scheten. En ik heb tegenwoordig heel veel kriebels tussen mijn... Zou je even willen kijken alsjeblieft? Oh man. Ik kan een collega erbij halen. Luister gast, je hebt deze afdeling. Jij werkt hier toch? Ja, maar toch. Misschien andere collega's iets meer ervaring mee. Hallo, je hoeft alleen maar even mijn te krabben hoor. Gewoon even met je hand in mijn broek een krabben, oké? Gadverdamme. Oké dan. Anders haal ik de zuster erbij. Oh my god. Daar gaan we dan. Oké, 3. Gadverdamme, oké. Ik zweer het je. Ik ga gelijk weg hier. Oh, wat vies dit. Oh, oké, wat is de andere kamer? Oh, wat nasty. Ik zweer het je. Dit is toch geen pretje, vriend. Hey, jongen, hoe is het met jou dan? Ja, mijn man gaat goed hoor. Alleen, ik heb een beetje last van mijn heup. Ah, komt allemaal goed. Eindelijk een iets nattere patiënt. Dokter, ik heb hulp nodig. Oh, man. Alweer. Oh, dit is echt niet best. Wat is het dan? Ik heb een jeuk. Kun je alsjeblieft even krabben?
Oh, daar gaan we dan. Oh. Huh? Wacht, wat is er aan de hand? Oh my god, nee, dat meen je niet. Ik moet even kijken. Sorry mevrouw, ik heb even echt serieus bespoed nu. Wat is er in godsnaam aan de hand? En wacht, wat is er gebeurd? Waarom ligt die rolstoel aan de zijkant? Oh nee, dat meen je niet. Huh? Wat is er gebeurd dan? Oh, ik snap er helemaal niks van. Nee. Dit ga je niet menen, hè? Oh, ik zweer het je. Oh, ik ga even iedereen moeten halen van escalatie, man. Mevrouw, ik zweer het je, we moeten er snel uit. Gast, krabbel eens even aan mijn dinges. Oh, alsjeblieft, zeg, we hebben even geen tijd ervoor. Ik zweer het je. Oh, ik moet even ook waarschuwen, man. Kom jongen, je moet. Wacht, waar is hij gebleven? Oh my god. Nee, wat is met die mevrouw aan de hand? Oh my god. Wacht, hè? Waar is ze gebleven? Nee. Oké, dit is verschrikkelijk. Ik moet er even iemand bij halen. Ik zweer het je. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar mensen worden ook keihard meegenomen hier. Oh nee, is die opa? Dan die kinderen en dan. Hè? Ik moet het even tegen iemand vertellen, man. Oh, help alsjeblieft. Oh my god, er is iets aan de hand. Gast, wat is er nou weer aan de hand? Die patiënt die moest helpen zijn vermist geraakt. Gast, ga dan maar weg. Ik hoef het niet meer te zien. De eerste stap naar je bed in verpest het nu al voor jezelf. Ga maar gewoon weg. Oh, sorry, oh ja. Oh my god. Ik zou zeggen, maak maar heel snel dat je wegkomt, want ik zweer het je. Het is echt foute boel. Ik zweer het je, man. Oh my freaking god. Wat is godsnaam aan de hand. Ik moet mijn kind even halen van school, man. Wat een vreselijke werkdag is dit. Ik meen het. Laat ik even de auto gaan pakken en even heel veel gas geven. Zo, we hebben de auto effectief wat te pakken. En weet je, ik ga even naar mijn kind toe, want ik moet hem even van school. Dus weet je wat? Ik zie hem weer op school. Wij zijn dus bijna aangekomen op school. En ik denk dat het hoogste tijd is om even mijn zoons op te halen. Want iedereen is sowieso al weg, denk ik. Dus ja, en hè? Waarom staat hij nog niet buiten? Waarom staat hij om mij te wachten altijd? Of heeft hij misschien les? Moet hij nablijven? Ik weet niet. Ik ga eens even naar binnen toe. Dus even vragen, want ik ken hem wel. Soms moet hij wel eens nablijven. Maar ja, op zich, hij is netjes opgevoed. Dus in de meeste gevallen hoeft het helemaal niet. Weet je, hij is altijd wat braaf in de klas. En dat heb ik gewoon hem aangeleerd. Maar hij is ook gewoon een slimme jongen, weet je wel. Ik ben trots op mijn zoon. Laat ik me even uit de les halen. Mevrouw, heeft u toevallig mijn zoon gezien? Wie bent u ook alweer? Ik ben Delano. Ik ben de papa van Tom. Ik denk dat Tom even naar de wc is misschien. Oh, oké. Okay. Maar waar zou Tom dan weer zijn? Normaal zit hij altijd mee te wachten. Of is hij ergens binnen? Maar hij is nu nergens te bekennen. En nog niet in de aula of zo. Mensen, ja, dan zit hij nooit. Ik zweer het je. Dus dat zou ik wel heel raar vinden als hij ineens daar iets gaat halen of zo. Bij de kantine. Maar weet je, laat even naar de wc gaan. Even hem ophalen, toch? Stop alsjeblieft. Huh? Hé, wat dit betekenen? Dit gaan we niet doen, hè, vriend. Zo, hier, wat denk je dan wel? Kappen nu. Zo, oh my god. Hé, wat denk je wel niet? Ik heb de wapen van de beveiliger gepakt, hè? Nee, dat gaan we niet doen. Zo, nog één keer. Nee, lig jij. Niet opstaan. Zo, bam, 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 bam. Dit is wat we doen. Oh, we hebben één kogel over. Een beetje voorzichtig zijn. Dankjewel dat je me wil redden, man. Ik smeer die pizza me heel de tijd te chanteren op de wc. Ah, vandaar dat je hier blijft. Weet je, laten we naar de auto gaan. Klinkt als een goed idee. Nou, jongen, laten we naar de auto gaan. Ja, en laten we naar de McDonald's gaan, want ik heb nog een hele leuke verrassing voor je. McDonald's? Wat is de verrassing dan? Ja, dat ga ik je niet zeggen, anders is het geen verrassing meer. Ah, ja, je bent enigszins gelijk. Kom, laten we dat even gaan. Ik denk dat het een verstandig idee is om te doen. Dus weet je wat, mensen? Laten we lekker naar de McDonald's rijden. Het begint al een beetje te sneeuwen zelfs. Maar ja, het is op zich wel mogelijk. In november al gebeurt het meestal niet vaak. Ik bedoel, we hebben al heel lang geen witte kerst meer gehad of sneeuw überhaupt. Dus aan de andere kant, witte kerst gaat wel weer even leuk zijn, een witte kerst, man. Weet je, lijkt me wel echt een goede vibe rond te hebben. Maar even genoeg gepraat, laten we naar die plek gaan. En jongen, ben je er klaar voor mijn schoentje te zetten? Ja hoor, zeker. En hè? Waarom is het hier zo druk? Oh my god, overal auto's? Is er überhaupt wel een parkeerplek hier? Laat ik even een beetje uitzoomen, toch? En nee, ik zie dus letterlijk nergens een parkeerplek. Oh my god. Het is wel heel erg druk op dit moment. Misschien daarachter nog één plekje of zo vrij. Ik weet niet, mevrouw is aan de kant. Normaal mag je hier helemaal niet parkeren, hoor. Maar misschien dat hier nog eentje is. En ja. Ja, daar is een parkeerplekje. En wacht eens even. Yo, dat is mijn auto. Oh my god, ben je serieus? Ja, het is mijn auto letterlijk, bro. Oh my freaking god. Daar staat hij altijd. Alleen, ja, ik moet wel de sleutels hebben. Want die heb ik dus niet bij de hand nu. Dat is niet handig, hè? Nee, inderdaad. Weet je, ik even naar beneden binnen toe blijf zitten, ja? Of ja, beter idee, ga naar de andere auto. Oké, dames en heren, het is wel echt heel druk. Maar ik heb niet van mijn auto gevonden. Dat is wel goed nieuws. Alleen, I'm not sure about this. Ik vertrouw het niet zo hier. Weet je, laat ik even naar de Mac gaan. Maar dat is een verrassing toch? En misschien als Sinterklaas er is. Hey, zou ik alsjeblieft een Happy Meal mogen? Yo, man, Happy Meal, wat is dat nou weer? Dat is zo'n boxje maar in de M erop. Oh, maar gekkie, je bedoelt een Sint Meal. Maar natuurlijk mag dat. Oh, dat is heel fijn, meneer. Laat maar eentje doen. Dat kost je dan €7,50. Oké, nou, kijk eens, meneer. Alsjeblieft, hè. Dankjewel. Nou, laat ik even op het eten gaan wachten. Piet, bestel een Sint Meal graag. Nou, oké. Dat is heel fijn, maar ik moet wel heel even naar de wc. Weet je, ik even naar beneden naartoe en even naar de wc gaan, want dat is goed, zit hier een wc ergens achter. Dus laat even gaan kijken, want ik zweer het je, ik moet echt heel nodig een poepie gaan doen. Oh my freaking god. En hey, wacht eens even. Dat is mijn nieuwe console. En dat is letterlijk mijn laptop. Dat betekent dat ze gewoon hier gestolen zijn. Wat is dit verschrikkelijk, zeg? Oké, dan moeten we even heel snel weg. Ik zweer het je, dit is echt niet de bedoeling, man. Dit is echt gekke boel. Hoe kan het weer dat het überhaupt daar ligt? Wacht, dat zijn heel goede dieven, hè? Ja, waarom hebben jullie mijn PlayStation en laptop gestolen? En waar zijn ze nou weer? Oh my god, wat een lafaards. Als ze weg zijn gerend, dan zou ik ze echt zwak vinden. Hier is letterlijk niemand te bekennen. En in de wc? Ook niet. Oh my god. Dat betekent maar één ding. Dat we gewoon naar huis gaan. Ik denk dat we even een schoentje moeten zetten. Misschien dat ik mijn laptop weer terug. Ja, trouwens, ik heb allemaal spullen weer. Daar ben ik wel heel blij mee. Maar ik wil weten wie heeft het gedaan. Hebben hun dat echt gedaan? Of zou iemand erachter zitten? Het is nog steeds echt gewoon overval op deze parking. Ik zweer het je, verschrikkelijk dit. Maar daar zijn die van gelukkig ook vanaf. Weet je, laat ik even de auto gaan pakken. Wil ik even naar huis gaan? Want ik denk wel dat het even nodig is. Nou, laat ik even lekker naar huis gaan. Ik zweer het je, man. Het is echt een hele rare dag vandaag. Ik zweer het je. Het is nog steeds helemaal vol de parking. Maar hoe dat dan? Ik zie letterlijk niemand zitten. Ik was letterlijk de enige. Voor wie zou die auto dan zijn? Of is het misschien van een event of zo?
die ik niet heb meegekregen, ik durf het niet te zeggen. Maar weet je wat mensen, laten we even naar huis gaan. En we gaan ons groetje zetten, ben je er klaar voor? En of dat ik er klaar voor ben. Kijk, klinkt als een goed idee. Weet je wat mensen, ik zie je weer thuis. Oké, dames en heren, we zijn dus weer bijna thuis aangekomen. Dus laten we even naar binnen gaan, even mijn auto neerzetten. Oh my freaking god. Dus ja, ik moet eerlijk zeggen, ik kan mijn schoentje even zetten en jij ook, toch? Ja, ik kan zeker mijn schoentje zetten. En het is nu ook al 3 uur s'nachts, dus weet je, laten we uitstappen. Goed idee, laten we naar binnen gaan. Kijk, klinkt als een heel goed plan, jongen. Oh my freaking god. Kom, even naar binnen toe, want ik zweer het je, ik denk dat het een goed idee is. En laten we even ons schoentje gaan zetten. En ook even van zingen van Sinterklaas, want ik was het vergeten. Misschien dat dame van... Ja, maar een beetje aparte dingen gestolen werden bij mij thuis. Ja, inderdaad, man. Ja, daarom. Maar goed, laten we gaan zingen. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laasje, dank je Sinterklaasje. Kijk, mooi gezongen. Laten we lekker naar bed gaan. Jij gaat lekker naar bed toe, ik ga lekker naar bed toe en dan zie ik je morgen weer. Klinkt als een goed plan. Laten we morgen weer een leuke dag van maken. Al moet je weer naar school en in mijn werk. Of ja, trouwens, ik ben niet eens meer welkom. Ik ga toch maar weer YouTube video's maken. Ik denk dat ik het gewoon beter kan hervatten, man. Want weet je, het is ook gaande views soms minder. Het is doorpakken op YouTube. Ook is er een nieuwe CEO. De ene doet die wel goed, de andere niet. Weet je, je hebt wat verschillende dingen. Inderdaad, Alano. Ik ga lekker naar bed toe. Ik ga je even lekker insoppen, ja? Of ja, trouwens, dat is niet nodig. Kun je wel zelf ook wel. Hé, jongen, wilt rusten, hè? Wilt rusten, Alano. Zo, die is lekker op bed gebracht. Weet je, ik ga ook even lekker springen. Dus weet je wat, mensen? Ik ga mijn deur open doen. Ik ga even lekker tegen mijn liefde aan kruipen. Hé, wilt rusten. A few moments later. Oh, volgens mij hoorde ik wat beneden of zo vandaan komen. Zou Sinterklaas nou echt langs zijn geweest? En waar is Lieverd? Is het misschien naar de wc toe? Het zou goed kunnen, hoor. Oh, laat ik even kijken bij mijn zoon. Misschien dat hij er ook nog is. Oh my god. En wacht, waar is hij nou weer gebleven? Oh my freaking god. Waar is hij? Nee, dit meen je niet. Dat betekent maar één ding. Ik ga even naar beneden toe. Ik zweer het je. Ik ga eens bij mijn schoenen kijken, man. Misschien zijn ze wel een prank en zo. Ik durf het niet te zeggen. En wacht, wat is er gebeurd? Oh my god, dit meen je niet. Wat? Oh, dit is verschrikkelijk. Oh my god. En wat gebeurt er? Oh nee. Oh nee. Au. Hey, dit gaan we niet doen. Hey, dit kun je niet maken, vriend. Zo. Oh, oh my god. Dit was ons hele probleem. Die Sinterklaas niet te vertrouwen. Dit is wat met Sinterklaas is. Oh my god. Even iedereen een vuilniszakken stoppen. We zijn bij het einde van de video gekomen, mensen. Daarom wil ik even iedereen bedanken voor het kijken naar deze video. Like even deze video. Abonneer op dit kanaal met belletje aan. Zie ik later terug bij een nieuwe video. Goodbye.